Iedereen welkom tijdens het webinar over het buitengebied en over de transities die ons in het landelijk gebied wachten. Als u niet dit webinar wordt opgenomen, zodat we het ook later kunnen delen met anderen, wilt u niet in het scherm zichtbaar zijn, dan vraag ik u om uw camera in ieder geval uit te zetten. Gedurende het webinar zullen er meerdere momenten komen dat we met u het gesprek aangaan. We gaan straks eerst beginnen met Ruud Doornbos, projectleider van Platform 31. Korte presentatie, daarna van Jenny Meij van VINU. En dan ruimen we tijd in om met u en de vragen die misschien bij u leven, maar ook discussiepunten die u naar voren wilt brengen, aan de orde te stellen. Rond 11 uur gaan we dan in het programma naar Martijn Vervaat, medewerker van de gemeente Peelen Maas, die daar met zijn collega's in het landelijk gebied de nodige opgaven oppakt. We zouden ook Helene Huiskamp van de gemeente Berkelland daarin hebben. Maar helaas, de griep heeft haar geveld. En we zullen vooral de tijd nuttig gebruiken om met u ook het gesprek aan te gaan welke uitdagingen u ziet in het landelijk gebied. Want het is nogal wat wat er op ons afkomt. Toen een paar jaar geleden de NOVI werd opgesteld, werd al geconcludeerd dat Nederland eigenlijk veel te klein is voor alle ruimtelijke opgaven die er zijn. En op de een of andere manier, en u weet dat als u met het landelijk gebied en het buitengebied bezig bent, onterecht, wordt er wel soms erg gretig gekeken naar dat gebied buiten de stad als een soort tabula rasa waarvan alles nogal te plannen is. We weten dat dat niet zo is en dat u ook in dat landelijk gebied meerdere opgaven al moet combineren, maar dat het ook geen eenvoudige opgave is. En een groot deel van die opgave ligt ook gekoppeld aan de landbouwtransitie, maar dat is zeker niet de enige opgave waar u voor staat en de enige die verbonden moet worden met de andere opgave. We lopen straks in die presentatie door door die opgaven heen. En we hopen daarin ook met elkaar wat meer grip te krijgen op de vraagstukken die er zijn. Geeft u ook vooral straks, als u met vragen of vooral ook punten voor discussie naar voren brengt, gerust uw mening over hoe u denkt dat de regelingen nu werkt. Jenny gaat zo meteen in op het Nationaal Programma Landelijk Gebied en hoe provincies met deze opgave bezig zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat u vanuit de praktijk voldoende mee kan geven waar de aandacht vanuit provincie en Rijk voor dat landelijk gebied nogal een puntje extra kan, zodat wij dat ook als bagage mee kunnen nemen, dat er ook als bagage meegedeeld wordt of gedeeld wordt in dit webinar. Maar dat gaan we zo meteen zien als we in de discussie belanden. Voor nu in ieder geval de vraag om uw microfoon uit te houden, behalve de microfoon natuurlijk van Ruud Doornbos, want Ruud Doornbos gaat nu beginnen met zijn presentatie over wat hij aangetroffen heeft in de coalitieakkoorden wanneer het gaat over het buitengebied. Ruud, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Nico. Volgens mij kunnen jullie allemaal de sheets niet op het volledige beeld zien, maar ik hoop voldoende duidelijk. De vraag die in dit webinar centraal staat, hè, die is deze, van hoe kijken gemeenten nu aan tegen het buitengebied? Welke ambities hebben ze en welke rol willen en kunnen zij pakken? Nou, om dit webinar van een goede aftrap te voorzien, zijn we nagegaan in hoeverre het buitengebied nou naar voren komt in alle gemeentelijke coalitieakkoorden. En dat, want ja, de gemeentelijke coalitieakkoorden, dat is toch de plek, hè, waarvan je denkt dat als de gemeente haar ambities voor wat betreft het buitengebied naar voren wil brengen, ja, dan doe je dat in een coalitieakkoord. We hebben daarom alle beschikbare coalitieakkoorden, dus dat zijn er ruim 330, die hebben op een aantal steekwoorden doorzocht. We hebben hulp van een text mining tool die door VNG is ontwikkeld en beschikbaar is gesteld aan ons. En we hebben als eerst natuurlijk gekeken van in hoeverre komt dat woord buitengebied nou in de coalitieakkoorden naar voren.
En het blijkt dat van de ruim 330 coalitieakkoorden 193 of 100, sorry, 196 gemeenten dat woord één of meerdere keren hebben opgenomen in hun akkoord. Nou, we hebben ook gekeken naar verschillen tussen gemeentegrootte. Hè. Dat hebben we gedaan door te kijken naar de verschillende gemeentelijke netwerken, hè, van G40 tot K80. En dan zie je toch wel. Even kijken waar ik klik alweer en focus op inhoud. Oké. Okay. Sorry, ik zag even een meldingje, maar dat helpt niet echt. Maar goed, wat jullie op de sheets zien staan is dat ongeveer 45% van de G40 gemeenten die noemt het woord buitengebied in haar coalitieakkoord. En als je kijkt naar andere gemeentelijke netwerken, zie je dat daar het percentage wat groter is. Hè. Zo zie je bijvoorbeeld de K80 gemeenten. Dus trouwens een samenwerkingsverband van gemeenten van rond de 20.000 inwoners. Daar zie je dat rond de 64% het woord buitengebied in haar coalitieakkoord noemt. Van de G4-gemeenten is trouwens Rotterdam de enige gemeente die het woord buitengebied in het coalitieakkoord heeft opgenomen. Nou, het is ook wel interessant om te kijken of er nou verschillen zijn. Hè? Als je kijkt naar wat de grootste partij in de coalitie was. Nou, wat jullie ook op de sheet zien staan is dat in 59% van de coalitieakkoorden waar de lokalen de grootste partij vormden. Daar komt het woord buitengebied in voor. En even ter herinnering, de lokale partijen die waren in ongeveer 60% van alle gemeenten de grootste partij. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in 30% van de coalitieakkoorden waar GroenLinks en of PvdA de grootste was, het woord buitengebied voorkomt. Dus dat is een aanzienlijk verschil met als je kijkt dus naar de lokalen. Oké, in het buitengebied spelen allerlei opgaven. Hè, en die leggen een behoorlijke forse claim op de ruimtelijke inrichting van het buitengebied. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de energietransitie, die klimaattransitie, maar ook de transitie in de landbouw. En de coalitieakkoorden waar wij. In de coalitieakkoorden hebben we daarom ook gekeken op een aantal onderwerpen die direct verband houden met die verschillende transities. Nou, belangrijk is natuurlijk de omgevingswet. Helder, die zal een grote impact hebben op de manier van werken van gemeenten. En we zagen dat in 62% van de gemeentelijke akkoorden dat tenminste één keer naar de omgevingswet wordt verwezen. Logisch is dat de omgevingswet vaak ook in één adem wordt genoemd, hè, met een integrale en samenhangende aanpak van de fysieke leefomgeving. En de houding van gemeenten ten opzichte van die omgevingswet, die verschilt. De meeste gemeenten die nemen een hele afwachtende houding in, wat ook niet zo vreemd is, hè, gelet op de continue onzekerheid die rond deze wet hangt. Een aantal gemeenten benadrukt dat die steeds uitgestelde wet veel onduidelijkheid met zich meebrengt. En dat maakt het voeren van een consequent, hè, en een op een toekomstgericht beleid heel erg lastig. Er is eensgezindheid onder gemeenten dat het werken met de omgevingswet, ja, dat zal wel veel personele capaciteit gaan vragen. Nou, onder die nieuwe omgevingswet is het opstellen van een omgevingsvisie, hè, dat is een verplichting. Het woord omgevingsvisie valt in meer dan de helft van de gemeentelijke akkoorden. Je ziet ook heel veel aanverwante termen, hè? Visie buitengebied, groenvisie, landschapsvisie. Je hebt ook een aantal omgevingsvisies buitengebied, dus dat daarin, waarin dat het expliciet naar voren komt. Het noemen in de akkoorden, hè, van het woord omgevingsvisie betekent niet automatisch dat een dergelijke omgevingsvisie er al ligt. De meeste gemeenten die merken in hun akkoorden op dat daar volop aan wordt gewerkt.
Ik schat het aantal gereed zijnde omgevingsvisie op, nou ja, op minder dan 10% van het totale aantal gemeenten. Misschien ligt het nog eerder in de buurt van de 5%. Nou, als er een omgevingsvisie is, dan wordt vaak benadrukt dat zaken als duurzaamheid, biodiversiteit, bodemkwaliteit, maar ook recreatie en toerisme ja, een belangrijke plek innemen. Nou, wat ik al eerder zei, in een aantal gevallen wordt er expliciet gesproken over een omgevingsvisie buitengebied. En dan ook zie je wederom die integrale visie op het buitengebied naar voren komen. En met landbouw, natuur, recreatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit komen allemaal naar voren. Nou, natuur. Ruim 90% van de gemeenten die staat in een coalitieakkoord stil bij de natuur. En qua aantal woorden wordt de meeste aandacht aan de natuur besteed in plattelandsgemeenten. Nou, nagenoeg allemaal merken ze op, Nederlandse natuur staat onder druk. En in veel gemeenten wordt natuur dan ook nadrukkelijk als criterium toegevoegd aan het ruimtelijke beleid. En de grote vraagstukken rond de rond de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, die hangen eigenlijk samen met een drietal zaken of een aantal de zaken die het meest uit de coalitieakkoorden naar voren springen. Maar dat is de ruimte die landbouw inneemt. De noodzaak ook om meer ruimte te bestemmen voor natuur en alles wat met de productie van energie, energieopwek te maken heeft. En nou ja, veel plattelandsgemeenten die hebben over het algemeen de intentie om zoveel mogelijk nieuwe natuur toe te voegen. En het woord natuurbeheer wordt in de coalitieakkoorden door ongeveer 10% van de gemeenten genoemd. In veel plattelandsgemeenten is dat onderwerp natuurbeheer, dat ligt gevoelig. En dan met name met betrekking tot de rol van de boeren hierin. En veel plattelandsgemeenten benadrukken ook die rol van die boeren heel erg belangrijk is in relatie tot natuurbehoud. En je ziet dan ook dat verschillende plattelandsgemeenten die kondigen in hun akkoorden aan om actie te nemen ten behoeve van natuur en diversiteit. Maar expliciet dus wordt daarbij genoemd dat moeten we doen in samenwerking met boeren en natuurlijk met andere partners en instanties. Niet verrassend is dat uit de coalitieakkoorden naar voren komt dat voor veel gemeenten het combineren en of prioriteren van bepaalde functies in het landelijk gebied, dat zal met de nodige dilemma's gepaard gaan. Hè? Daar heb ik eigenlijk in het vorige ook al op gewezen van, die dilemma's die hebben dan betrekking op het gegeven dat in het traditionele domein van boeren en ook van natuurbeheerders, daar zie je in toenemende mate die opgaven rond energieopwekking, rond klimaatadaptatie, maar ook wederom zaken in relatie met het recreatie en toerisme. Biodiversiteit. Natuurbehoud en natuurbeheer die worden vaak in één adem genoemd met het belang van biodiversiteit. Je ziet in ruim driekwart van de gemeentelijke coalitieakkoorden komt het woord biodiversiteit voor. En dat is opvallende toename dat als je kijkt naar de coalitieakkoorden van 2018, toen kwam het in minder dan de helft van de gemeentelijke akkoorden voor. En je ziet dat met betrekking tot biodiversiteit er juist heel veel specifieke maatregelen al worden genoemd in de coalitieakkoorden. En men heeft het bijvoorbeeld over dat er in het broedseizoen niet meer gesnoeid mag worden. Dat er met soorten en positionering van natuurlijk groen moet worden gevarieerd. Men heeft het over het herplanten van inheemse boomsoorten, bloemrijke grasbermen. Dus heel specifiek beleid, zoals dat in de coalitieakkoorden tenminste naar voren komt. Dan klimaat. Dat is echt een onderwerp dat in gemeenteland toch wel enorm leeft. Zo wordt in ongeveer 60% van de coalitieakkoorden de term klimaatadaptatie genoemd. En dat is een verdubbeling ten opzichte van de gemeentelijke coalitieakkoorden in 2018.
Nou, veel gemeenten hè, die noemen de term klimaatadaptatie, maar ze koppelen er nog niet echt concrete beleidslijndoelen aan. Soms wordt wel aangegeven hè, dat vraagstuk op het terrein van adaptatie, dat dat vooral regionaal moet worden aangepakt. En er wordt dan bij gezegd omdat de effecten van klimaat en de te nemen maatregelen, die beperken zich natuurlijk niet tot de gemeentegrenzen. Een opvallende observatie is dat er ook een aantal laaggelegen gemeenten zijn die klimaatadaptatie in één adem noemen met bodemdaling. Je kunt bijvoorbeeld denken aan gemeenten Gooise Meren, Gouda, Lopik, Oudewater. En de meeste gemeenten leggen voor wat betreft het onderwerp klimaatadaptatie vooral de link met waterveiligheid. Hè? Dus bijvoorbeeld het creëren van waterbergen om overtollig regenwater te kunnen opvangen. Een andere ambitie die veelvuldig genoemd wordt wanneer het over klimaatadaptatie gaat, is het realiseren van voldoende groen. Hè? Niet alleen in woonwijken, maar ook op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd wordt er ook in best wel veel coalitieakkoorden opgemerkt dat ook verstedening en verharding, hè, dat moet worden teruggedrongen. De term vergroening wordt door ongeveer 1/3 van alle gemeenten in het coalitieakkoord gebruikt. En de noodzaak tot vergroening, dat wordt ook vaak genoemd in relatie tot hittestress. Nou, die term die komt in ongeveer 30% van de gemeentelijke coalitieakkoorden voor. Nou, in 2018 was dat een stukje minder. Rond minder dan 10% van de gemeenten noemde hittestress toen in haar gemeentelijk coalitieakkoord. Het is ook opvallend dat je ziet dat het woord hittestress veel voorkomt in vrijwel alle Brabantse steden. Zeg maar van Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, Eindhoven. Helmond, ook in de regio Noord-Limburg, in de zuidelijke vleugel van de Randstad, rond Utrecht. Daar zie je het woord hittestress veel voorkomen in gemeentelijke coalitieakkoorden. Maar in de drie noordelijke provincies en in Zeeland zie je het vrijwel niet. Maar het onderwerp zeg maar, dat de gemoederen bezig hield in 2022 en dat zal het ook dit jaar doen, is stikstof. Ondanks de urgentie van het thema stikstof komt het in minder dan 1/3 van de gemeentelijke akkoorden naar voren. Dat is wel een forse toename van ten opzichte van de coalitieakkoorden in 2018. Toen werd het door slechts 6 gemeenten genoemd. Dus het woordje stikstof viel toen maar in 6 gemeentelijke coalitieakkoorden. Gemeenten die spreken in hun coalitieakkoord vooral uit dat het lastig is stappen te zetten. Hè? En zeker zolang effectieve maatregelen van het Rijk en provincies uitblijven. En ook beleid dat zich steeds lijkt te wijzigen. En gemeenten geven aan een behoefte te hebben aan een duidelijk kader. Hè, voor wat ze zelf kan doen in dat hele stikstofdossier. Er is ook behoefte aan een duidelijk afwegingskader. Hè, om eventueel stikstofruimte die vrijkomt, om die te kunnen gebruiken voor woningbouw en of voor infrastructurele projecten. En een aantal plattelandsgemeenten geeft aan hun agrarische bedrijven vooral te willen ondersteunen. Hè, bij de aanpassing van de bedrijfsvoering als gevolg van de hele stikstofproblematiek. Nou, gewoon in algemene zin zie je dat de houding van gemeenten ten aanzien van dat stikstofdossier verschilt. De ene gemeente die houdt zich nog heel erg op de vlakte in het akkoord, terwijl de andere gemeente wel al aangeeft van wij zetten echt in op het verminderen van de uitstoot. Hè? En dan geven ze aan door bijvoorbeeld deel te nemen aan allerlei regionale en provinciale overleggen over natuurherstel en over stikstof. Maar er zijn ook gemeenten die heel expliciet laten weten in hun akkoord van nee, wij gaan daar niet in mee. Bijvoorbeeld, wij gaan niet meewerken aan de onteigening van de boeren om de stikstofuitstoot te beperken. Of we realiseren ons dat het
verminderen van stikstofuitstoot noodzakelijk is, maar we zijn tegen een gedwongen uitkoop van onze agrariërs. Dus dat zie je in een aantal coalitieakkoorden expliciet terugkomen. Nou, tenslotte windmolens. Windmolens ook al zo'n onderwerp dat al jaren voer is voor best wel felle discussies. Wij zien dat 38% van de gemeentelijke coalitieakkoorden, dat daarin wordt gesproken over windmolens. Dat is ook wederom een best wel forse toename ten opzichte van de coalitieakkoorden van 4 jaar geleden. Ook hier zie je weer dat er toch wel grote verschillen zijn in hoe gemeenten over het onderwerp spreken. Een aantal gemeenten die is eigenlijk heel uitgesproken in haar ambitie, hè, om bijvoorbeeld voor 2030 een bepaald aantal windmolens binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Maar in de meeste coalitieakkoorden zie je toch dat men behoorlijk terughoudend is. En men wacht af op er is echt weerstand ten opzichte van windmolens en ook ten opzichte van, zeker ten opzichte van grootschalige zonneweiden. Nou, soms wordt benadrukt dat er nog onvoldoende, als reden, hè, waarom men zo terughoudend is, dat er soms wordt benadrukt dat er nog onvoldoende duidelijkheid is, hè, over de impact van windmolens op de gezondheid van mensen en van dieren. En nou ja, mede vanwege die reden zet een aantal gemeenten de deur op een kier voor wat kleinere windmolens of voor windmolens zonder wieken. Over grootschalige zonneweiden, grootschalige zonneparken zijn gemeenten bijna unaniem niet erg enthousiast. Er heerst behoorlijke skepsis daarover. Een hele snelle conclusie, hè, op basis van het doorzoeken van die coalitieakkoorden is dat, nou, in ieder geval het buitengebied, hè, dat staat toch bij heel veel gemeenten wel degelijk op de radar. Echt heel duidelijk beleid, dat zie je nog niet. Alhoewel er op bepaalde gebieden juist heel erg specifieke maatregelen al worden genomen. Rond biodiversiteit noemde ik bijvoorbeeld al. Maar je kan toch wel zeggen dat de gemeenten, tenminste zoals ze dat in de coalitieakkoorden schrijven, heel erg in de afwachtende modus zitten. Hè? En vooral ook kijken van, Rijk en hey provincie, wat hebben jullie in petto voor ons? Dus, Nico, ik hoop dat dit een beetje een heldere aftrap was. Het geeft zeker een eerste aftrap. En die zuinigheid van de gemeenten op het toestaan van zonneweiders, die hebben ook aangetroffen in het werk wat Platform 31 doet onder projectleiderschap van Ruud voor het maken van een trendnotitie voor de P10 en de K80. Waar ook andere vraagstukken rondom vaart en veiligheid, klimaatadaptatie terugkomen. En dan zie je dat sommige gemeenten heel intensief mee bezig zijn, zoals de gemeente Hollandskroon, die echt doorheeft dat klimaatadaptatie gigantische invloed heeft, ook op de landbouwproductie. En dat ze in het waterbeheer en het creëren van ruimte voor water niet alleen voor droogte rekening moeten houden, maar ook voor de verwoestende werking die de extreme buien kunnen zorgen voor de productie op het land. En dan zie je dat je als gemeente ineens in hele grote vraagstukken meegetrokken wordt, waar je ook nadrukkelijk rekening moet houden met de toekomst van je economie. En vooral die agrarische economie. Maar dank in ieder geval Ruud voor het bruggetje wat je ook bood naar het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de provincies. Want daar probeert men toch vanuit het Rijk, in ieder geval vanuit het NPLG, om eerste stappen te maken. Zeker ook op dat moeilijke dossier van stikstof. En ik denk dat geen enkele kristallenbol op dit moment helder genoeg is om maar enig zicht te bieden wat dat dit jaar en volgend jaar met zich mee gaat brengen in de aanpak richting boeren. Maar misschien dat Jenny, jij alvast ons mee kan nemen in het zicht dat we nu hebben op dit vraagstuk en de bredere vraagstukken die vanuit de NPLG richting gemeenten en provincies gedeeld gaat worden. Aan jou de vloer. Dankjewel. Ja, en heel graag. Ik ga proberen om jullie een beetje mee te nemen in de wonderwereld van het NPLG.
En ben natuurlijk ook vooral heel benieuwd naar hoe jullie daar zelf nu in opereren. Hè? En tegen wat voor vraagstukken je aanloopt en hoe je daarmee aan de slag bent. Misschien heel kort even voorstellen. Jenny May, ik ben adviseur en procesmanager in het landelijk gebied. Doe heel breed opdrachten. Werk op dit moment bijvoorbeeld voor het IPO aan het onderwerp landbouwtransitie. En voor de provincie Zuid-Holland, waar ik een programmaplan maak voor het Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied. Als doorvertaling eigenlijk voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En dat doe ik bij FINU, Bureau voor Advies, Projectmanagement en Omgevingsmanagement. En dat doen we in het ruimtelijk domein, breed. En wij hebben ons opgesplitst naar 3 werkvelden. Land en water, stedelijke ontwikkeling en regionale ontwikkeling en mobiliteit. En dan mag het duidelijk zijn dat ik van de tak land en water ben. Waar ik jullie even kort in mee wil nemen is, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in het landelijk gebied? Volgens mij heeft Ruud al een heel aantal onderwerpen genoemd die gewoon een grote impact gaan hebben in hoe het landelijk gebied eruit gaat zien en gaat functioneren. Daar neem ik jullie in mee. Dan een introductie in het NPLG. Wat staat daar nou eigenlijk in? Wat zijn nou de hoofdlijnen? En hoe zijn we daarmee aan de slag? Ik werk veel voor provincies, dus zie heel veel van hoe provincies aan de slag zijn. En dan natuurlijk van, wat is dan de rol van de gemeente daarin? En wat komt er allemaal op gemeenten af? Met aan het eind uiteraard veel ruimte voor vragen, discussie en de zaken waar jullie eigenlijk mee spelen. Wat gebeurt er in het landelijk gebied? Wat je ziet is dat daar zo langzamerhand een enorme stapeling van vraagstukken op dat landelijk gebied afkomt. Hè, wat ook in de introductie al werd gezegd, we hebben eigenlijk veel meer ruimte nodig dan dat er is. Daar wordt toch voor gekeken naar het landelijk gebied. Daar moet het allemaal plaats gaan vinden. En dat betekent dat er nu een vrij complexe stapeling van opgaven ligt waar we allemaal mee aan de slag moeten. He, en wat je ziet is dat van oudsher, eigenlijk zolang als ik in ieder geval in de ruimtelijke ordening werk, is leefbaarheid is echt altijd al een aandachtspunt geweest. Hoe zorgen we dat kleine kernen overeind blijven, dat het leefbaar blijft, dat mensen prettig kunnen blijven wonen en werken in dat landelijk gebied en dat niet alle aandacht en mensen vertrekken naar de stad. Wat daar natuurlijk gewoon de laatste 10, 20 jaar al bovenop kwam, was alle klimaatopgaven. Dus zowel de klimaatadaptatie, hoe gaan we om met te veel water, met te weinig water, maar ook het terugdringen van broeikasgassen en heel belangrijk natuurlijk energietransitie. Hè. De windmolens, niet voor niks een belangrijk onderwerp in een heleboel gemeenten. En wat ook al jarenlang loopt is de ambitie om natuur te versterken en uit te breiden. Dus vroeger hadden we de ecologische hoogstructuur. Inmiddels hebben we het Natuurnetwerk Nederland wat nog afgerond moet worden. Er ligt een bossenstrategie. En dat zijn allemaal ruimteclaims om te zorgen voor meer natuur en meer biodiversiteit. En dat moet ergens in het landelijk gebied zijn plek gaan vinden. En dan zie je een aantal onderwerpen die daar eigenlijk de laatste paar jaar aan toegevoegd zijn. Stikstof is natuurlijk een hele belangrijke. Er staat hier stikstofuitstoot van de landbouw. Dat wil niet zeggen dat de industrie niks uitstoot, maar in het landelijk gebied zie je dat de focus heel erg ligt op ammoniak. Hè, NH3 stikstofemissies. En hoe gaan we dat nou terugdringen? En die ammoniak die komt voor een groot deel natuurlijk vrij bij dierhouderij, veehouderij met name, melkveehouderij, kalverhouderij. Dan hebben we natuurlijk de verstedelijkingsdruk, hè? De tekort aan woningen. Dus daar moeten gewoon een heleboel woningen bij gebouwd gaan worden. Dat kan voor een gedeelte in het stedelijk gebied. En voor een gedeelte wordt het toch ook echt naar uitbreiding in het landelijk gebied gekeken. En een soort van onderstroom die daaronder ligt, die Remkes heel mooi heeft geduid eigenlijk in zijn advies over hoe nu verder, is de relatie tussen stad en land en tussen de Randstad en de andere delen van Nederland die heel erg onder druk staat. Hè. Dat zijn ook
Dat uit zich onder andere in omgekeerde vlaggen. Dat zijn natuurlijk boeren die zich ernstig zorgen maken over wat er op ze afkomt. Maar dat gaat ook over de positie van het landelijk gebied in relatie tot de stad en de Randstad, waar toch heel veel investeringen, aandacht en prioriteiten naartoe gaan. En wat betekent dat dan voor het landelijk gebied? Nou ja, in die hele stapeling van vraagstukken zie je nu ook dat het Rijk op heel veel vlakken eigenlijk aan het werk is en beleid aan het ontwikkelen is. Hè. Je hebt bodem en water sturend, dus hoe verhouden we ons tot ons natuurlijke systeem en hoe zorgen we dat we daar eigenlijk meer mee samenwerken dan dat we daar tegen ingaan. De ruimtelijke puzzel van Hugo de Jonge. Dus hoe zorgen we nou dat al die ruimteclaims in dat kleine land een plek kunnen geven. NOVACs. Ik ga straks met name in op het NPLG, het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En op dit moment lopen er ook gesprekken over een landbouwakkoord. Dus er gebeurt van alles op heel veel ministeries. Dus er gebeurt van alles vanuit het ministerie van LNV. Maar ook vanuit INW en vanuit Binnenlandse Zaken, Ruimtelijke Ordening. Lopen er allerlei hele belangrijke trajecten op dit moment. En die komen allemaal op dat landelijk gebied af en dus ook op de gemeente. Nou ja, wat is dan het NPLG? Het Nationaal Programma Landelijk Gebied is een poging om eigenlijk de belangrijkste opgave vanuit het natuurlijke systeem aan elkaar te verbinden en te zeggen, we gaan in samenhang die opgave oppakken. En wat zijn dan die belangrijkste opgaven? Nou, daarvoor is gekozen voor een driedeling. Natuur, daar valt ook stikstofreductie onder. Water en klimaat. Dus natuur gaat over uitbreiding van natuurareaal. Gaat over stikstofreductie. Gaat ook over verbetering van de bestaande natuur. Dus het zorgen dat natuur eigenlijk een betere kwaliteit krijgt. Water gaat enerzijds heel erg over de kaderrichtlijn water. Hè. Voornamelijk het voorkomen dat er allerlei nutriënten, nitraat uitspoelen naar het watersysteem. Maar gaat ook over voldoende beschikbaarheid van zoet water. En dat is dat, met name dat laatste is voor de landbouw ook heel erg belangrijk. Een akkerbouwbedrijf heeft gewoon genoeg zoet water nodig. En op dit moment weten we nog niet zeker hoe die of er voldoende zoet water blijft ook in de toekomst. En dan de klimaatopgave, dat gaat enerzijds over CO2-reductie. En anderzijds over het vastleggen van CO2. Dus dat gaat niet zozeer in het NPLG over klimaatadaptatiemaatregelen, maar veel meer over het terugdringen van CO2-uitstoot en het vastleggen van CO2, zodat het niet in de atmosfeer terechtkomt. Vanuit dat NPLG is eigenlijk de vraag of de opdracht aan provincies gegeven om gebiedsprogramma's te maken. En aanvankelijk kwam die opdracht vanuit de wet stikstof en natuur. Werd aan provincies gevraagd van zorg nou dat je voor 1 juli 2023 een stikstofaanpak hebt. Dat waren de oorspronkelijke gebiedsprogramma's. En je ziet dat in de loop van vorig jaar is met het opstellen en het uitkristalliseren van dat nationaal programma, wat overigens nog in wording is, daaraan toegevoegd zijn eigenlijk die andere doelen. Dus de doelen op het gebied van natuur, van water en van klimaat. En dat maakt dat provincies eigenlijk als een malle aan de slag zijn nu om met gebiedsprogramma's te komen, waarbij ze eigenlijk maar relatief weinig tijd hebben om tot een integraal verhaal te komen. En waarbij ook nog niet alle doelen even duidelijk zijn. Want de doelen op het gebied van stikstof, die stonden al in die wet stikstof en natuur. Die zijn nog niet doorvertaald naar de provincies, maar daar hebben we in ieder geval een aardig idee van. Maar sommige doelen op het gebied van bijvoorbeeld CO2-reductie zijn nog helemaal niet doorvertaald naar provincies. Dus zij weten ook nog niet precies aan welke doelen ze nou moeten werken. En dan zie je dat tijdpad van 1 juli 2023 heel ambitieus is, als je nog niet precies weet waar je aan toe bent. En het is een hele complexe opgave. En dat betekent ook dat provincies daar heel verschillend mee aan de gang zijn. Dus de ene provincie zegt, joh, wij doen gewoon zelf een schot voor de boeg. En we gaan daarna in die gebieden, in onze gebieden uitgebreid praten om te kijken, is dit het nu en moet het bijgesteld? De andere provincie zegt, joh,
Wij redden het alleen maar om per 1 juli met een stikstofaanpak te komen. En die andere onderwerpen moeten we op een later moment nog gaan integreren in ons plan. Dus dat is best ingewikkeld. En ik kan me ook voorstellen dat dat voor gemeenten best ingewikkeld is. Want het maakt dus nogal uit in welke provincie of in welk gebied je zit. Hoe de provincie de samenwerking zoekt om tot dat gebiedsprogramma te komen. Nou ja, wat je tegelijkertijd ziet is dat Rijk en provincies allemaal fors aan het investeren zijn in hun organisaties. He, dus er is bij het Rijk, bij het ministerie van LNV, is er een regieorganisatie realisatie transitie landelijk gebied opgetuigd. Dat is gewoon een heel nieuw directoraat-generaal met 70, 80 man daarin die aan het transitie landelijk gebied aan het werken is. Daar komt de Nationale Grondbank, daar is een DG voor het landelijk gebied benoemd. De provincies zijn allemaal sterk bezig om hun organisaties aan te passen op het maken van die gebiedsprogramma's. Dus die hebben bijna allemaal een programmaorganisatie voor een provinciaal programma landelijk gebied opgetuigd het afgelopen half jaar. Je ziet dat er zeg maar rond het landbouwakkoord allerlei organisatie wordt opgetuigd en dat er ketenafspraken moeten komen met niet alleen de primaire landbouwsector, maar ook met de hele keten. En daartussendoor komen nu, komt natuurlijk ook nog de piekbelastersaanpak. Dus eigenlijk de aanpak die Johan Remkes voorstelt om de allerzwaarste stikstofbelasters aan te pakken klinkt heel negatief, maar te kijken of je die zeg maar eruit kunt halen, zodat er wat ruimte ook ontstaat voor bijvoorbeeld het legaliseren van de pasmelders. Degene die nu zonder vergunning zitten en daar niks aan kunnen doen. Dus je ziet dat daar gewoon ontzettend veel menskracht en aandacht naartoe gaat. En dat daar in rap tempo mensen bijkomen. En die zijn natuurlijk ook allemaal aan de slag. En die gaan ook allemaal vragen stellen aan gemeenten. Dus er komt nogal wat op jullie af. Nou ja, wat is dan de rol van de gemeente in dit verhaal? Ja, kijk, aan de ene kant gaan die NPLG-doelen, die gaan heel erg over rijks- en provinciale en waterschapstaken. Dus het waterschap staat aan de lat voor de waterkwaliteit en het realiseren van de kaderrichtlijn water. Provincie staat aan de lat voor de gebiedsprocessen en te zorgen dat er gebiedsplannen komen als basis voor de gebiedsprogramma's om daadwerkelijk aan de slag te gaan. En het Rijk stelt de kaders, maakt het beleid en heeft natuurlijk een transitiefonds van 25 miljard op de plank liggen om dat ook allemaal te gaan betalen. En dan zie je dat eigenlijk, dat gaat nog een beetje voorbij aan de gemeente. Maar dat wil nog niet zeggen dat jullie niet aan de bak moeten. Want er zit natuurlijk, het raakt allemaal ontzettend aan gemeentelijke taken en bevoegdheden en belangen. He, dus als er van alles moet gaan veranderen in de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld landbouwbedrijven die zeggen, joh, ik doe minder koeien, maar ik begin een camping. Of ik wil zonnepanelen plaatsen. Of ik wil een biogasinstallatie, zodat ik op een andere manier in mijn inkomen kan gaan voorzien. Die gaan allemaal bij jullie op de stoep staan om te vragen, beste gemeente, mag dat? Kunt u daarvoor een vergunning afgeven? Kunnen we dat organiseren in het bestemmingsplan? Daar komen allerlei economische vraagstukken achterweg natuurlijk. Hè? Want die agrarische sector is gewoon een van de dragers van de plattelandse economie. Dat geldt overigens ook weer voor die camping en voor de zorgboerderij. Dus dit doet ook iets met de economische structuur in je gemeente. Het gaat heel erg over leefomgeving. Dus wat is eigenlijk de omgevingskwaliteit? Hoe ziet mijn landschap eruit? Stel nou dat ik hier boeren weghaal. Wat voor landschap hou ik dan over? Kan ik nog een mooi rondje ommetje fietsen? Maar ook blijft het hier gezond? Hoe is de luchtkwaliteit, de gezondheid? Het gaat over beheer. Dus wie beheert dat landschap? Stel je haalt die boer eruit. Wie zorgt er dan dat er al dan niet gemaaid wordt of dat er al dan niet ander beheer plaatsvindt? En het gaat natuurlijk heel erg over leefbaarheid en sociale samenhang. En in sommige kleine kernen is, ja, als je daar de boeren uithaalt, dan is er ineens geen draagvlak meer voor de carnavalsvereniging die een praalwagen wil maken. Of voor het bloemencorso, maar ook je haalt ook draagvlak weg over onder je scholen en je winkels en je andere voorzieningen. Dus hoe ga je daarmee om? Wat gebeurt er allemaal?
Ik ben vooral benieuwd natuurlijk naar waar jullie mee zitten, waar je tegenaan loopt. Welke vragen jullie eventueel nog hebben over over deze presentatie, maar ook waar ben je zelf mee bezig, waar loop je tegenaan en wat merken jullie van dat NPLG op dit moment? Ik ga het voor nu even hierbij laten en dan geef ik het woord weer aan de voorzitter. Dank Jenny. En mochten die opgaven van de NPLG al niet groot lijken, weet dat de provincies natuurlijk ook nog bij u gaan aankloppen, omdat die geacht worden in oktober een reactie te brengen richting het Rijk op het pakket wat het ministerie in december heeft neergelegd over de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening voor de langere termijn. Zeker. En daar zijn de opgaven die net geschetst zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Maar die provincie kan dat ook niet zonder u en zal ook met u moeten aankloppen van hoe ziet u nu de veranderingen in uw eigen gemeenten zich vertalen naar de wat grotere abstracte opgaven. Niet alleen voor de komende 10, 20 jaar, maar ook vanuit een visie die u heeft op uw gemeente vanuit 2050 terugkijkend wat er dan de komende jaren moet gebeuren. En de opgave die het Rijk daar graag ook nog tegen aanlegt, is niet alleen naar 2050 kijken, maar vanuit die klimaatverandering die natuurlijk op de langere termijn veel grotere gevolgen gaat hebben, kunt u ook vanuit 2100 terugkijken en dan zien wat er de komende 10, 20 jaar moet gebeuren en waar die opgaven voor u botsen, bijvoorbeeld botsen met de kaders die vanuit het Rijk worden aangegeven. En dat wordt natuurlijk een enorm spektakel om dan vanuit 12 provincies die reacties richting het Rijk terug te kijken. Die dan al die beelden die vanuit u als gemeente, als provincies teruggelegd zijn. Of die nog wel passen in het plaatje van die beperkte ruimte die Nederland heeft. En dan is het de bedoeling dat ergens in 2024 daar een nieuwe uitwerking van de Novi met beelden uit voortkomt. En dat ook door de Tweede Kamer en het Eerste en de Eerste Kamer gaat. Met alle uitvoering via de nationale programma's. Want de NPLG is een van de 25, 30 programma's, nationale programma's, die gekoppeld zijn aan die opgave in de ruimte. Brenda van Waas die deed er net al een voorzet over de weerbaarheid van het buitengebied tegen ondermijning. Die pakken we straks zeker op. Want een deel van de weerbaarheid zit natuurlijk ook in hoe de inwoners van je gemeente er zelf mee omgaan. Ik denk dat in het verhaal van Martijn Vervaat straks over het activisme binnen de kernen en het ook er zelf mee aan de slag willen gaan in het landelijk gebied. Dat daar ook een stukje van die weerbaarheid in zit. En dan kunnen we dit item zeker meenemen. Maar voor nu, wie heeft er vragen of wil er alvast wat in de discussie gooien na deze twee bijdragen van Ruud en van Jenny? Anders gooi ik de eerste vragen natuurlijk in. Nou, misschien even, want ik heb de chat niet gezien tijdens mijn presentatie, anders had ik meteen iets kunnen zeggen over die ondermijning. Maar ik herken dat wel heel erg. Hè? Dus dat is wel echt dat gaat gewoon zeker. Het verschilt een beetje per gemeente, maar bijvoorbeeld zeker in Brabant is dat echt wel een punt. Hè? Hoe zorg je er nou voor dat al die gebouwen en ruimte die nu voor de agrarische sector bij de agrarische sector in gebruik zijn, dat daar niet allerlei activiteiten plaats gaan vinden die je helemaal niet wil. Dus dit is wel echt, ik vind het een hele mooie aanvulling op mijn verhaal, maar dit is inderdaad de realiteit waar een heel aantal gemeenten gewoon nu mee kampt. En ik weet niet of van de deelnemers, we hebben nu ongeveer 45 mensen, zijn er nog een aantal binnengekomen in de afgelopen half uur. Daarvan is ongeveer een derde van de gemeente, een derde uit de regio's. En we hebben ook nog een aantal adviseurs onder onze deelnemers. Die opgave in het landelijk gebied rondom de landbouwtransitie heeft in ieder geval de komende 10, 20 jaar nog tot gevolg dat het aantal bedrijven sterker zal afnemen. Martijn kan straks op het gebied van intensieve veehouderij al iets schetsen.
over hoe dat in Pelemaas is gegaan in de afgelopen jaren. Maar heeft u al het wel in beeld welk deel straks leeg staat bij u met de ongeveer halvering die nog verwacht wordt in het aantal boerenbedrijven? En of dat leidt ook bij u in de gemeente of bij uw klanten als u adviseur bent tot extensivering van de landbouw of opschaling van andere bedrijven. Om te zorgen dat er iets gebeurt, want anders ligt u straks met een leeg platteland waar die vraag van beheer vanzelf voorbij gaat komen. En of u zich daar dan als gemeente verantwoordelijk voor gaat voelen. Of dat een provincie daar een rol in moet pakken. Wie durft? Ik durf. Meneer Kolkman. Ja. Ik ben een inwoner van gemeente Apeldoorn. En ik woon dus in zo'n gemeente die zich halsstarrig vasthoudt aan de zonnepanelen in de weilanden. Ik woon in een klein gebied Beemte-Broekland. En dat is ongeveer 500 hectare groot. Dat gebied. En ze willen 365 hectare zonnepanelen er neerleggen. 365 hectare. En dan, ik zeg het verkeerd, 365 hectare willen ze afrasteren. Dus die biodiversiteit, het leefgebied voor de herten en alles. Dat wordt een mooi stukje kleiner bij ons in het gebied, hè? Dan denk ik ook van, jullie vragen heel veel ruimte voor biodiversiteit. Nou, dat wordt hier wel een heel eindje weggenomen eigenlijk. Dus vandaar dat ik eigenlijk dit wou volgen. Maar ik vind het knap dat jullie daar zo goed voor inzetten. En ik zet mij in om die biodiversiteit toch hier in Beemte-Broekland groot te houden. Om te aan te sporen dat ze meer naar de lege daken gaan hier zo in Apeldoorn. Hier in Beemte-Broekland liggen op de schuren al meer zonnepanelen op het industriegebied. Dus kun je nagaan. Meneer Kalkman, ik begrijp wat ik kan voorstellen is dat u geholpen bent met voorbeelden uit deze groep, maar misschien anders wel door Jenny, Ruud en mij, van gemeenten die net als u worstelen met het toestaan van zonneweiden en daarin ook de prioriteit leggen bij het zoeken van de daken eerst. En in de trendnotitie voor de P10 en de K80 van de 8 gemeenten die zich daar hebben aangemeld, waren er meerdere waar ook in de coalitieakkoorden werd aangegeven dat zij eigenlijk terugkwamen op hun vroegere ambities rondom zonneweiden. En dus ook de voorkeur gaven om eerst die daken op te zoeken. Ik weet niet of daar Martijn misschien ook bij jullie al iets te zeggen is. Hoe jullie die shift in de gemeente hebben gemaakt. Om die aanpak van zonneweiden naar zonnedaken te versterken. Ja, maar nog even terugkomen. Sorry, nog even terugkomen over die ondermijning. Wij hebben hier in Apeldoorn zijn er 5 sessies geweest over ondermijning in het buitengebied. Ik heb zelf die sessie meegemaakt, meegekregen. En ik vond het trouwens slecht bezocht eigenlijk. Hè. Er wordt weinig aandacht aan besteed. Dus er zaten 7 mensen zaten te praten. En ik denk dat er 14 mensen vanuit hun rol ondermijning zaten te vertellen. Dus het mag wel meer aandacht hebben, ondermijning voor het platteland. Dus daar ben ik wel mee eens met Brenda. Oké. Maar die pakken we zo meteen nog op. Want we weten ook, er is een landelijk programma Leefbaarheid en Veiligheid. Waar dit vraagstuk ook aan de orde komt. En vooral in de combinatie met vrijkomende agrarische bebouwing is dit wel een van de zorgpunten. Laten we eerst even naar dat eerste punt gaan van de zonneweiders en en zorgen dat daken beter benut wordt. Na Martijn, anderen die dat in zicht hebben, graag spring bij. Martijn. Ja, misschien even een korte reflectie daarop. Ja, wij zagen ook al een aantal jaren die tendens aankomen van meer verzoeken voor het oprichten van zonneweiden in het landelijk gebied, zeg maar. Daar hebben wij aan de voorkant al in die zin een halt toegeroepen, daar waar het niet gaat over 50% eigenaarschap vanuit de gemeenschap bijvoorbeeld. Dus we hebben in die zin actief ingezet op het oprichten van energiecoöperaties. Nou, dan ben je best wel, hè, dan daag je je inwoners uit om aan de slag te gaan met het oprichten van een energiecoöperatie.
Dan ben je een aantal jaar verder. En vervolgens hebben wij een tender uitgezet waarbij we een beperkt aantal hectare beschikbaar hebben gesteld voor het realiseren van zonneweides. Nou, die is inmiddels geweest en hebben wij een tweetal grotere zonneparken zullen ontwikkeld worden. Maar wel echt duidelijk met 50% eigenaarschap van die gemeenschap. Want je ziet helaas bij het oprichten van zonneparken dat de eigendomssituatie nogal eens een keer snel wijzigt. En dat vervolgens de revenuen ervan elders terechtkomen dan in je lokale gemeenschap. Dus ik denk dat dat een hele grote uitdaging is voor lokale overheden. Om vooral vanuit een coöperatieve gedachte met je inwoners dat gesprek aan te gaan. En daar waar je bebouwde gebied niet kan voorzien in de behoefte qua energietransitie of qua versnelling. Dat je dan binnen een beperkt oppervlakte probeert te faciliteren vanuit een coöperatieve gedachte. Dankjewel, Martijn. Dankjewel. Mevrouw Tilstra van de gemeente Olsweijen. Yes, klopt. Wij zijn natuurlijk ook bezig met de energietransitie. En we zijn van mening dat het enkel met zon op dak niet gaat lukken. Ja, jullie horen misschien mijn man op de achtergrond die zo kan tellen. Nee hoor, dat gaat allemaal goed. Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval, wij hebben in ons beleid ook wel gekeken naar per landschapstype. Hebben we gekeken van wat kan het landschap aan qua zonneweides. Waar onder andere ook gekeken is naar landbouwgebruik, agrarisch gebruik, biodiversiteit en dat soort dingen. En daar zit ook heel sterk die lokaal eigendom gedachte in. Zelfs minimaal 51% lokaal eigendom streven wij naar. En we zijn ook bezig met gebiedsprocessen inderdaad om samen met de vertegenwoordiging van de partijen uit het gebied om met een initiatiefnemer allerlei kaders uit te gaan werken. Om op die manier inderdaad bij te dragen aan goede inpassing en een stuk acceptatie dan wel draagvlak. Ja. Ik ben wel van mening, of tenminste dat het enkel zon op dak is, daar gaan we het niet mee redden. Dat is gewoon een mix nodig van zon op land, zon op dak en wind. We moeten denk ik op alle drie kijken of dat gaat passen. Maar ja, ik zie ook dat er gewoon heel veel belangen spelen in het buitengebied. En volgens mij zijn er ook steeds meer voorbeelden van dubbel ruimtegebruik, hè, waarin we kijken naar koppelkansen. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat het niet enkel een groot monofunctioneel zonneveld wordt, maar hoe kun je dat ook koppelen aan begrazing met schapen of allerlei waterberging, allerlei dat soort dingen. Ik denk dat echt de kant is waar we meer gebruik van moeten maken in de toekomst. In voordat ik jou het woord geef, Jenny, in die strijd om zonnepanelen sowieso op daken te krijgen, even afgezien van de analyse of dat voldoende is, zou het helpen als het Rijk bijvoorbeeld voor de grote distributieloodsen die toch altijd nog overal in ons landschap verschijnen, er gewoon een verplichting komt om zonnepanelen daar op daken te leggen. Geen bouwvergunning zonder zonnepanelen daarop. Ja, nee, denk ik zeker. Daar hebben gemeentes nu kunnen dat wel al. Volgens mij wel een verplichting, niet zozeer op zon op dak, maar wel om in ieder geval dat het dak geschikt is om zon op te leggen. Want anders heb je nog wel eens dat het technisch niet kan. Maar ik denk zeker dat we op een aantal onderdelen wat meer sturing nodig hebben vanuit het Rijk dan wel provincie. Ja. Jenny, jij wilde hierop reageren, ook op de bijdrage van mevrouw Tilstra. Je moet wel je microfoon aanzetten. Excuus. Ik sluit me wel aan bij de opmerking van Trentje. En ik zou ook even het dilemma willen schetsen. Want zonnepanelen zijn natuurlijk niet alleen een probleem, maar kunnen ook een oplossing zijn. En dan denk ik, want ik ben natuurlijk bezig met landbouwtransitie. Hè. Ik zie boeren die toch wel worstelen met hoe ga ik mijn geld verdienen. En ik wil best extensiveren, dus ik wil best iets minder koeien. Dan kan ik wel dat landschap blijven beheren en die mooie recreatieomgeving. Maar dan moet ik toch op een andere manier ook aan mijn inkomen komen. En dan kunnen zonnepanelen onderdeel van die oplossing zijn. Hè? Dus
En ik snap helemaal dat als er een cowboy binnenkomt bij de gemeente en die zegt ik ga hier ergens gewoon een prachtig grond inderdaad afhekken en daar heel rijk van worden, dat je daar heel kritisch op bent. Dat is ook heel goed. Maar het kan ook gewoon, het kan ook een onderdeel zijn van een pakket aan oplossingen. En ik verwacht dat er gewoon meer van dit soort vragen, of dat nou over zonnepanelen of over een zorgboerderij of over een camping, maar dat dit soort vragen ook op gemeenten af gaan komen. En dat je ook wat kunt betekenen voor je, nou ja, je lokale, nou ja, je vitaliteit en je sociaal-economische structuur. Als je daar constructief mee omgaat. Niet om alles bij voorbaat maar goed te vinden, maar wel meedenken van hoe kunnen we nou zorgen dat mensen op een andere manier hun geld kunnen blijven verdienen. En dus een bijdrage kunnen blijven leveren aan die gemeenschap. Ja, en in die gemeenschap, maar dat schetste jij ook als een van de opgaven, is leefbaarheid een vraagstuk. Misschien dat het tweede deel van de chatbericht van Brenda van Waas daar eigenlijk op inspeelt. Brenda, zou je dat nog verder willen toelichten? Van die behoefte aan het sociale deel meer daaraan te verbinden? Ja, horen jullie mij? Want ik zit op twee schermen, want de ene keer deed de camera het niet. Oké, super. Nee, je bent goed te horen. Ja, wat ik gewoon zie. Precies wat jullie zeggen. Het is echt een stapeling van problemen, vraagstukken. Zelf kom ik inderdaad uit de hoek van ondermijning. Maar ook daarin zie ik, ook dat kan niet alleen, zeg maar. Hè. Ook het gedeelte, ik hoor hier heel veel dingen waar ik niet dagelijks mee bezig ben. Maar wat echt super belangrijk is in het complete vraagstuk. Dus het verbinden ook van alles in dat buitengebied. Zeker dat sociale. Ik zie dat steeds meer gemeentes nu echt aan het kijken zijn van hoe kunnen we nou ook de sociale component, ook de verborgen economische problemen, zeg maar. Hè. Die poppen nu steeds meer op, ook de psychische problemen. Wat moet je er nu mee doen? Er worden allerlei keukentafelgesprekken, allerlei zorgen, zeg maar, ingeborgen. Maar dat zit heel vaak toch weer vanuit dat ruimtelijk aspect. Dus je ziet dat het eigenlijk een schaap met vijf poten moet zijn die gesprekken aan die keukentafel moeten gaan voeren. Dus het zijn wel hele grote uitdagingen, dus daar worstel ik zelf ook mee. Hè, van hoe realistisch is het? Wat is dan de prioriteit? Je moet inderdaad dat perspectief kunnen bieden, anders is dat vertrouwen in ook die lokale overheid er niet. Dus ja, volgens mij zitten we hier allemaal met dezelfde behoefte van hoe gaan we dit nu oplossen? En ik ben heel erg blij, ook vanuit die kant wat voor mij nog niet heel bekend is, die ruimtelijke ordening, te kijken van hoe kunnen we zo goed mogelijk alles verbinden. Dus ik weet niet precies wat jij verwachtte wat ik ging zeggen, Nico. Nee, je legde even ook in een aantal kernwoorden uit wat je bedoelde met dat sociale deel, wat je in het tweede deel van je chat neerzette. En je koppelt er ook gelijk een vraagstuk aan waar anderen misschien later ook op in kunnen gaan. Heb je wel de mensen in huis om een deel van die moeilijke opgave in die moeilijke, ja, eigenlijk in de keukentafelgesprekken ook te voeren, want het is natuurlijk wel wat als families zwaar onder druk gekomen door de transitie van de landbouw, waarbij feitelijk het bedrijf onder je voeten vandaan verdwijnt en de bestaanszekerheid die eraan gekoppeld is instabiel wordt. Dat is, nou ja, we hebben het ook met alle emoties gezien in 2022 en daarvoor wat het losbrengt. En dat als gemeente ben je wel uiteindelijk diegene die in beeld is als er weer een drama gebeurt. Want dan staat men toch bij het gemeentehuis op de stoep van hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat heeft de gemeente gedaan om dat te voorkomen. Goed, daarin zit ook een stuk kracht van de gemeenschap die voor elkaar klaarstaat. En misschien is dit ook wel een bruggetje om in dit webinar de overstap te maken naar Martijn. Martijn Vervaat van Pelen Maas. Om het verhaal van die gemeente te horen hoe jullie al een tijd in het buitengebied bezig zijn. Martijn, welkom. Misschien goed om in het land met de vele nieuwe namen van gemeenten om eerst maar even kort te vertellen wat Pelen Maas voor gemeente is. Ja, dankjewel Nico. Ja, allereerst Martijn Vervaat, werkzaam dus voor de gemeente Pelen Maas in Noord-Limburg. Een plattelandsgemeente gelegen tussen de Grote Peel en de Maas, die je op mijn achtergrond kan zien. We zijn een gemeente met 47.000 inwoners, met 11 dorpskernen, zeg maar.
Zien inmiddels, ik denk dat we ons best wel mogen benoemen als een koploper in de transitie van het buitengebied. En dan weet ik niet of dat je koploper mag zien als zijnde van oké, dat hebben jullie goed gedaan. Nee, ik denk eerder dat je kan zien dat wij al in een bepaalde fase in de transitie van het buitengebied zitten, zeg maar. Dus we hebben wat ervaring en we hebben wat ervaring met worstelen. Dat is misschien even een korte aftrap. Ja, nou in die worsteling, jullie hebben natuurlijk een fors deel intensieve veehouderij in jullie grondgebied. En wanneer het gaat over stikstofvraagstukken, wordt daar ook vaak naar gekeken als een van de producenten daarvan. Hoe is dat bij jullie de afgelopen jaren gelopen? Want jullie zijn natuurlijk ook tegen Brabant aan en in het noorden van Limburg veel eerder geconfronteerd met de vraagstukken van intensieve veehouderij, zeker ook in de varkens. Hoe is dat bij jullie verlopen en waar heeft dat toe geleid op dit moment? Ja, dat is inderdaad. Wij zien al in de afgelopen 10 jaar zien we echt een aantal trends, met name in intensieve veehouderij. Hè. Wij zitten dus op schrale zandgronden. Dus de intensieve veehouderij heeft hier echt een dominante sector binnen de land- en tuinbouw. Vanuit identiteit ook, vanuit die peelmentaliteit, en dat zie je zowel in Zuidoost-Brabant als in Noord-Limburg, bij diverse gemeentes. Daar zagen wij al een tendens. In de afgelopen 10 jaar zien wij al een afwaartse beweging in de intensieve veehouderij, met name in die varkenshouderij. En in 2018 hebben wij daar geprobeerd op verzoek van onze gemeenteraad om daar enigszins grip op te krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk in dat buitengebied en wat voor trend is er nu gaande in die intensieve veehouderij. En zijn gestart met een monitoringsdocument. En dat is een monitoringsdocument om inzichtelijk te brengen van wat zijn de effecten van je intensieve veehouderij en welke bewegingen zien we dan in die intensieve veehouderij. Nou, een van die conclusies daaruit is dat wij 50% minder varkenshouderij hebben in een periode van 10, 11 jaar tijd. En dan zeg je nogal wat, want er zitten allemaal gezinnen achter, dat zijn allemaal locaties, dat is allemaal leegstand. Dus dat is echt een van die voorbeelden waar je gewoon echt geconfronteerd al bent, zeg maar, nog vooruitlopend op een nationaal programma landelijk gebied, zeg maar, met een gigantische stoppersgolf in je buitengebied. Misschien een anekdote daaruit. In 2019 hebben wij een project Stoppers 2020 opgestart. Dat was het gevolg van een wettelijke bepaling dat varkenshouders, met name of mensen in de intensieve veehouderijen, nadere technische maatregelen moesten nemen om hun stallen, zeg maar, te moderniseren. En we hebben ons eigenlijk zijn gestart met onszelf uit te nodigen op het erf. We hebben een brief de deur uit gedaan naar alle deelnemers daarvan. En we hebben eigenlijk een hele open brief gestuurd van we zouden graag met u in gesprek komen. En wilt u zo vriendelijk zijn om met ons telefonisch contact op te nemen? Dat doen we dus niet op het gemeentehuis. Nee, we gaan actief naar buiten. We proberen aan die keukentafel te komen. En gedurende dat proces, dat heb je een hele mooie ambitie. We willen met mensen in gesprek. En vervolgens de eerste vraag waar je mee als gemeente geconfronteerd wordt is van wat kunnen jullie voor mij betekenen? De allereerste vraag die je krijgt bij een ondernemer. Ik ga inderdaad stoppen. En wat hebben jullie te bieden? Dan word je al gelijk in een hoek gedouwd, zeg maar, van oké, ik geef hem persoonlijk heel vaak zelf terug van ik ga niet uw droom bepalen, dat doet u zelf. Het is niet aan mij om uw toekomst te gaan bepalen. En vervolgens als je de vraag terugstelt, dan komt er vaak wel een verhaal en dan gaan mensen proberen te dromen en dan ga je kijken aan de achterkant van kun je dat faciliteren, zeg maar. Ja, dat is misschien al een aanleiding voor wat wij echt zien in de intensieve veehouderij. Maar in dat grotere plaatje van de intensieve veehouderij in Pelermaas hebben jullie dus te maken gehad met stoppers. Maar jullie hebben niet alleen in de varkens, maar ook in de andere diersoorten. Maar uiteindelijk hebben jullie minder locaties, meer vee en minder uitstoot. Ja. Misschien is het goed om dat dus even mee te nemen, want dat is een soort paradox die misschien niet iedereen gelijk kan laten landen. Ja, ik denk dat die herkenbaar is in heel de land- en tuinbouw. Hè? In het systeem land- en tuinbouw, zoals we dat na Mansholt met elkaar hebben gecreëerd, noem ik het dan maar even.
het fenomeen schaalvergroting. Dus met name in de intensieve veehouderij, dat je inderdaad ziet, we hebben minder ondernemers, maar die ondernemers hebben vaak meerdere locaties, zeg maar, en zijn ook met allerlei technische maatregelen in staat geweest om, en vaak was het ook een manier om het te bekostigen, hè? Op het moment dat je moet investeren in jouw stalsystemen, ja, dan zegt de bank ook tegen jou, ja, er moet aan de andere kant ook wel wat gebeuren, aan de inkomstenkant. Dus dat was vaak de reflectie, eerst gewoon meer dieren gaan houden. En wij zagen wel dat inderdaad qua ammoniak is onze uitstoot in die 10 jaar tijd met 38% afgenomen. En dat met iets minder procent voor wat betreft geur en fijnstof. Maar je ziet ook 10% meer dieren in heel onze gemeente op veel minder locaties. Ja, dat is echt in die zin een voorbeeld van wat schaalvergroting in die land- en tuinbouw heeft gedaan. En in dit geval dan binnen een intensieve veehouderij. Hebben jullie nog actief gestuurd op de locaties van die veehouderij ten opzichte van de kernen om verdere overlast te verminderen? Ja, we hebben in 2013 heeft onze gemeenteraad beleid vastgesteld waarbij wij verdere intensivering, uitbreiding van intensieve veehouderijen rond onze kernen een halt heeft toegeroepen. Ten aanzien van uitbreiding. We hebben niet heel actief. Toen al zijn we de boer opgegaan van hoe zit je in de wedstrijd? Wat zijn je toekomstplannen en kunnen we met elkaar in gesprek komen? Maar met name de laatste jaren waar kansen zich voordoen, waar ondernemers zich bij ons melden bijvoorbeeld, daar gaan we echt actief het gesprek aan. En kijken we vanuit een soort van, ik hoorde Brenda daar ook over, een soort van gereedschapskist noem ik het altijd. Wij gaan met een gereedschapskist naar buiten. We gaan het gesprek aan en ik kijk of mijn gereedschap binnen mijn kisten volstaat voor de beweging die ondernemer wil maken. En ik kijk of ik het juiste gereedschap bij me heb om te kijken, gelijk te kunnen faciliteren. Dus daar waar kansen zich voordoen, daar zullen we ze zeker niet laten liggen. In dat contact dat jullie als gemeente met ondernemers hebben. Daarnaast zijn in de dorpskernen natuurlijk ook de nodige ontwikkelingen aan de gang. Die ook met eigen plannen komen. Jullie treden daar als gemeente faciliterend op. Wat hebben jullie moeten leren in die relatie tussen gemeente en dorpen? Wanneer het gaat over interessante voorstellen voor de transitie in het landelijk gebied. Ja. Ja, dat is een hele mooie. Ik denk dat mocht je ooit Pelemaas een keer googelen, denk ik, dan kom je gemeente Pelemaas, dan kom je zeer waarschijnlijk bij een pagina uit die gaat over zelfsturende gemeenschappen. We hebben dus inderdaad 11 dorpskernen die in de afgelopen 15 jaar al stappen hebben gezet in het creëren van eigenaarschap over hun eigen leefomgeving. En dan bedoel ik, hè, ze gingen actief als gemeenschap aan de slag met het maken van een dorpsontwikkelplan. En vaak was het dan zo van men ging een aantal jaar ging men met elkaar dromen en schreef het vervolgens op in een dorpsontwikkelingsplan. En dan vervolgens ging men naar de gemeente en dan gaf men aan van dit is ons plan en de gemeente gaat maar uitvoeren. En daar hebben wij vooral heel afwachtend op gereageerd van in de zin van en welke zaken uit dat dorpsontwikkelingsplan zouden jullie zelf als gemeenschap kunnen gaan ontwikkelen. Dus in die zin ben je daar een soort van terugtrekkende overheid en kijk je van wat kan die gemeenschap zelf al oppakken. Nou, in die 15 jaar zien we daar hele mooie voorbeelden van in onze dorpskernen. Eentje die mij zo te binnen schiet is een gemeenschap in Meijel. Die wilde hun dorpshart in de fysieke leefomgeving, de ruimtelijke inrichting van een dorpshart, wilden zij meer de eigen identiteit van het dorp maken. Meijel is echt een peeldorp, ligt om de hoek bij de Grote Peel. En die hebben echt gewoon middels fysieke maatregelen, zaken van hun identiteit hebben zij teruggebracht in een fysieke leefomgeving. Dus die relatie met de peel en dat vroeger mensen de peel in gingen om die turf te winnen en als brandstof of als handelswaar, zeg maar. En daar hebben zij ook echt heel veel, een heel collectief aan vrijwilligerswerk is daar ontstaan. Zelfs bewijzen van tot het leggen van klinkers in die fysieke leefomgeving. Want om de uur zeiden wij ook als overheid van ons budget is een keer op. En alle plusjes die jullie willen, hoe kunnen jullie daar je dan toe verhouden, zeg maar. Nou, dat is een voorbeeld van zelfsturing. En wat we nu met name proberen is dat in de laatste paar jaar die bewegingen die we zien in die kernen uit te rollen naar dat buitengebied.
Ja, dat is uitdagend. Dus ook een dorp echt uit te dagen van oké, en welke ontwikkelingen zien jullie nu als dorp in dat buitengebied? En hoe kijken jullie daar tegenaan? En zien jullie wellicht een rol voor jezelf in die verbinding stad-platteland? En wat kunnen jullie doen voor die agrarische ondernemers in de knel zitten? Want het is ook, het maakt onderdeel uit van je leefbaarheid, van je, ja, van je gemeenschap als collectief, dat buitengebied, zeg maar, die beleefbaarheid van dat buitengebied. Ja. Brenne had het er net al eigenlijk over dat je voor een aantal moeilijke gesprekken misschien de juiste mensen niet altijd in huis hebt. Als jullie nu al een tijdje zo tegen die integrale opgave aanlopen in dat buitengebied, wat heeft dat betekend voor de manier waarop jullie je intern hebben georganiseerd en hoe je dit soort processen aanstuurt? Ja, daar heb ik dus het voorbeeld van dat project van die stoppende veehouders. Daar merkten wij, hè, we gingen enigszins naïef naar buiten. En vervolgens werden we geconfronteerd. En in dit geval waren dat twee collega's die bijna 90 gesprekken of bijna dikke 60 gesprekken hebben gevoerd. Niet iedere ondernemer die stond open voor het gesprek, maar die hebben wel even een belletje gedaan van hey, we zouden toch heel erg fijn vinden om eens een keer bij u op bezoek te komen, zeg maar. En de meeste gingen dan toch wel overstag om dat gesprek uiteindelijk te kunnen voeren. Maar we merkten ook in heel veel gevallen dat mensen worstelen van oké, wat wil ik dan überhaupt met mijn locatie? Nou, daar hebben we gelukkig met hulp van provincie Limburg hebben wij daar agrarische coaches voor kunnen inzetten. En dat zijn dan echt een onafhankelijke persoon die op dat erf de ondernemer gaat of de stopper gaat begeleiden in het verkennen van het toekomstmodel. Of toekomstperspectief, of dat dan stoppen is, of doorgaan, of herbestemmen, wat dan ook. En uiteindelijk kwam daar een soort van plannetje van aanpak uit, zeg maar, wat ontwikkeld was door de coach en de ondernemer. Ja, en dan is het echt zaak om op het moment dat er een plan van aanpak ligt, dat je ook dan voldoende ondernemerschap binnen je eigen organisatie hebt om actief te faciliteren, zeg maar. Dan moet je niet zeggen van oké, we gaan, dankjewel voor die plan, we gaan er even 3/4 jaar over nadenken en we hebben de begrip voor dat het u 2 jaar heeft gekost, maar wij hebben nu ook onze tijd nodig. Ja, dan ben ik er wel van, echt wel, en dat probeer je echt intern te organiseren, mensen te motiveren van oké, jongens, hier moeten we zo snel mogelijk een antwoord geven. En of dat antwoord dan positief is of negatief, in ieder geval zo snel mogelijk een antwoord zien te geven. Maar betekent dat in de mandatering intern dat de mensen die gesprekken buiten voeren en die dus eigenlijk tot een plan van aanpak moeten komen, ook de positie in de organisatie hebben om te kunnen shoppen bij alle afdelingen om te zorgen dat alle elementen in zo'n plan opgenomen kunnen worden? Ja, wij zijn een gemeente van 47.000 inwoners, dus het is nog behapbaar qua interne relaties, zeg maar. Maar dus vooral actief ook intern die dialoog met elkaar voeren vanuit een groter perspectief. En ook die sociale kant, zeg maar. Bij dat project hebben we bijvoorbeeld aan de voorkant hebben we het sociaal domein al actief betrokken. Mensen die in de schuldhulpverlening bijvoorbeeld zitten en kijken wat voor bruggen zijn daar bewijzen van te bouwen. En dan merk je met name... Zij geven al duidelijk als voorbeeld, als een ondernemer op ons bedrijventerrein failliet gaat vandaag, die meldt zich morgen bij de gemeente. Nou, in de land- en tuinbouw gebeurt dat simpelweg niet. Die mensen melden zich niet actief. Dat zit gewoon in de cultuur. Het zo lang mogelijk uitstellen om een hulpvraag te stellen. En daar probeer je, zeg maar, ja, echt in verbinding te komen. Bijvoorbeeld middels een agrarisch accountmanager die echt... de mensen kent en echt actief in verbinding gaat hebben. En het ene telefoontje, ja, de hulpvraag, ja, net iets laagdrempeliger binnen kan tanken. En vervolgens zelf aan de slag gaat van, hey, wat kan ik doen om maximaal te kunnen faciliteren, zeg maar. Ja. De hulpvraag bij een agrarie is dan misschien wat anders dan de hulpvraag bij een gemeente. Bert van Molen die vroeg toen echt in de chat al aandacht voor de financiële kant van de zaak. Van er komt zoveel op de gemeente af aan opgaven en dat gaat niet altijd gepaard met die financiën. Hoe hebben jullie dat gemerkt in het verhaal? En brengt dat ook een vraag met zich mee die eigenlijk bij het NPWG neergelegd zou moeten worden?
Ja, nou, ik denk op dit moment zijn we ook actief met provincie Limburg daarover aan in gesprek. Hè. Hoe kunnen we nou die keukentafelgesprekken formaliseren vanuit die opgave? Hè. Op het moment dat er een bandbreedte ontstaat vanuit stikstof, vanuit grondwaterpeil bijvoorbeeld, ja, dan op dat moment ontstaat er enigszins gevoel bij van wat is dan de impact van de opgaves op mijn bedrijfsvoering als ondernemer. En dan wil je eigenlijk actief dat gesprek kunnen aangaan van oké, en hoe zit u nu in de wedstrijd? Hoe kijkt u er tegenaan? Ziet u mogelijkheden? Bijvoorbeeld in extensivering bij de rundveehouderij. Of zegt u van nou ja, dat hele extensivering, dat past niet bij mij als ondernemer. Ik wil gewoon dat grootschalige. Dus kom maar met een ander aanbod bewijzen van om me uit te kopen. Ja, daar zijn we nu actief in gesprek met provincie om dat gefaciliteerd te krijgen. Dus bijvoorbeeld door agrarische coaches. En je moet altijd zo zuiver mogelijk over je rol zijn. Ik denk dat altijd duidelijk is, moet zijn op het erf. Vanuit welke rol zit je er? En als je vanuit de overheid komt, moet je zo zuiver mogelijk zijn. Dit kom ik doen, dit kom ik ophalen en dit is ook mijn bandbreedte. Ja, in dat dit kom ik doen en dit kom ik ophalen. Jullie zitten natuurlijk met meerdere opgaven. En volgens mij hebben jullie vanuit PLMA's ook proberen te analyseren wat je per landschapstype aan inzet op natuur en biodiversiteit wil doen. En zien jullie daar ook de opgave wat je daarnaast dan aan ruimte nog hebt voor landbouw. Hoe is dat proces eerst gestart? Want feitelijk is dat dan een deel van je integrale gebiedsgerichte aanpak die voorgesteld wordt in het landelijk gebied. Ja, nou, waar de focus dus. We komen echt dus van een focus af om die grote stoppersgolf, zeg maar, om dat op een of andere manier te faciliteren. En nu zitten we in een andere fase. Nu zitten we in de fase dat we de diverse opgaves, zeg maar, met elkaar proberen verknopen. In de rol wat we dan zijn vanuit die zelfsturingsgedachte, zeg maar. Ja, en daar zie je wel, want dat is misschien ook het bruggetje richting NPLG. Ja, dat is, we zitten bijna in transitie, noem je dat bijna de perfecte storm, noem ik hem ook wel een keer. Hè. Nu, afgelopen vrijdag het nieuws vanuit Europa van derogatie bijvoorbeeld. Dus op dit moment zitten we echt in een soort van perfecte storm. Nou ja, iemand die zich een klein beetje wil verdiepen in transitiekunde, die snapt wel, je hebt soms een storm nodig om te komen naar een complete systeemverandering, bewijzen van. Maar hoe dan ook, die storm vindt wel plaats. En dan proberen wij in ieder geval de lijnen, alle individuele opgaves, zeg maar, dus de opgaves energietransitie, land- en tuinbouwtransitie, de natuurtransitie, biodiversiteit, de mensen die daarmee bezig zijn intern met elkaar te verknopen, dat je in ieder geval elkaar kent, enig inzicht krijgt in wat de opgave waarvoor je aan de lat staat, en vervolgens de verbinding actief te gaan opzoeken. En dan is het er één hele grote uitdaging, dat is volgens mij ook nog de uitdaging voor de komende tijd, wat ik nu merk, ik ben ook actief, hè? De gebiedstafels zijn bij ons in opstart, daar zit een waterschap bij, daar gaat het Rijk actief bij, ja. Provincie. En wat je nu merkt is dat we het nu met name heel erg moeilijk vinden vanuit de opgave geredeneerd om allereerst een bandbreedte aan te geven. Wat kan er nog wel, wat kan er nog niet? En dan vinden we het als overheden ook heel erg moeilijk. En dat zit bij onszelf van we willen altijd voor die 10 gaan. En als iedereen voor die 10 wil gaan vanuit zijn eigen opgave, gebeurt er helemaal niks. En dat is, de transitie duurt een generatie. En wat zijn nou de goede initiatieven waar je van zegt van, het is nu net geen 10, maar het is een 7 of het is een 6,5. En uit het collectief van 4 overheden ga ik zeggen, oké, en dit is nou een ondernemer met toekomstperspectief, met een bedrijfsopvolger. Ik ga het toch faciliteren. En dan zeg je niet mee van dat je heel die opgave naast je neerlegt, maar dan probeer je wel gebruik te maken van het momentum wat er is en van de positieve flow die er dan is. En dan probeer je wel te schakelen, niet zeggen we zetten u 2 of 3 jaar in de ijskast en dan kijken we wel verder. Dat is wel een mooie zoals je hem brengt. Dus eigenlijk via het suboptimale streven naar het optimale collectief niveau. Dat brengt natuurlijk wel iets mee in je eigen verantwoordingsstructuren binnen de gemeente.
Voor het ene raadslid wat deelneemt aan dit webinar, is de gemeenteraad van Peel en Maas ook in staat om die stap te maken in de controle van het apparaat, dat ze niet altijd het bovenste kunnen hebben, maar soms voor het regionale goed net iets minder resultaat moeten willen hebben in de eigen gemeente. Ja, ik denk dat we daar goed op weg zijn. Dat is continu, met elkaar in gesprek blijven. Zo'n monitoringsdocument wat ik eerder al aangaf, dat doen we nu 1 keer per 2 jaar. En nemen we echt onze gemeenteraad mee van oké, wat zijn nou die tendensen, wat zijn nou die trends, zeg maar. En wat voor kant beweegt die trend, zeg maar, op. Om toch een stukje dat houvast te creëren, zeg maar. Van oké, en wat is het dan wel de goede kant op, zeg maar. Ja, ik denk dat dat een van die manieren is om met elkaar dat gesprek te voeren. En dan is dat zo'n monitoringsdocument echt een hulpmiddel daarbij om dat gesprek te voeren. Dus ik denk dat we daar aardig mee op stap zijn, maar aardig mee op weg zijn. Natuurlijk heb je altijd de individuele casus waar die vervolgens bij een individuele bestemmingsplan wat bij een gemeenteraad komt, waar echt de visies ten aanzien van wat is toekomstbestendig gewoon mijlenver uit elkaar liggen. En waar het debat ook gevoerd mag en misschien ook wel moet gevoerd worden. Hè? Want dat is natuurlijk ook, hè? We moeten niet het debat er weg nemen. Maar ja, wat is het dan? Is het goed of is het fout, zeg maar? Hè? Nou, het debat moet natuurlijk op meerdere manieren gevoerd worden. Dank in ieder geval voor deze aanzet. Ik ga nu even de discussie weer verbreden. Fijn dat je een kijkje kon ingeven voor Peel en Maas. Maar dan in ieder geval ook alvast zelf helpen het bruggetje te vormen. Bert van Molen gaf daarnet terecht in de chat aan. Van eigenlijk zit daar een leervraag. Bert, ik interpreteer maar even dat je daar een leervraag stelt. Van hoe zorg je nu dat je vanuit de pilots de lessen die daar geleerd wordt opschalen. In die gebiedsgerichte aanpak waar jullie mee bezig zijn. Hebben jullie het daar dan ook vaak genoeg onderling met elkaar over hoe je dat integrale werken over en weer van elkaar tegen elkaar aanhoudt, klankbord en zorgt dat je allemaal door een snellere leercurve gaat om wel die sprong te maken. Want anders blijft het natuurlijk een koploper in Peel en Maas en de rest die misschien aanmächtig hijgend probeert het voorbeeld te volgen, maar die geholpen zou kunnen zijn met ook aandacht voor dat leerproces. Ja, ik vind het een hele mooie vraag van Bert. In die zin, wij als Peel en Maas geloven in bewegingen, zeg maar. Hè? Dus inderdaad, wij gebruiken soms pilots als een soort van vliegwiel. Maar ik ben meer van de continuïteit en de langzame bewegingen. En iedere keer iedereen meenemen. Het is een transitie die per definitie een lange termijn kent. En dat is vooral zoeken naar allereerst de mensen leren kennen. Ik kan daar een voorbeeld van noemen. Een aantal maanden geleden zijn een heel wat mensen van LNV bij mij op bezoek geweest. Dat ontstond gewoon heel spontaan en kwam 25 man van dat RTLG regieorganisatie kwamen hier op bezoek. En vervolgens stel ik wel de vraag, ja, maar ik wil ook een keer in Den Haag op bezoek, want ik wil jullie ook leren kennen en ik wil ook weten waar jullie mee bezig zijn. Dus ik ben wel continu in bezig met het verbinden van elkaar en vanuit een lange termijn visie met elkaar willen samenwerken, zeg maar. En dan zijn pilots en experimenten een hulpmiddel bij, maar wel een langzame maar gestage beweging versterken, continu. En dat is leren en ontwikkelen, maakt daar onderdeel van uit. Het is gezamenlijk vooruitstruikelen, zeg maar. En die bereidheid moet er wel zijn. En dat past ook niet bij iedereen, hè? Dat mag ook duidelijk zijn. Ja. Nou, misschien is dat een vraag om even terug te leggen in de groep. Heeft iedereen het gevoel dat ze voldoende in huis hebben om de complexe opgave op te pakken? Of lopen jullie ook nog aan tegen wat eigenlijk doorsijpelt door de opmerking van Bert? Ja, hier en daar doen we het goed, maar we zorgen onvoldoende dat we die lessen verder opschalen, zodat iedere gemeente beter in staat is om met die complexiteit en die integraliteit op te gaan. Wie durft? Jenny. Nou, kijk, ik loop natuurlijk vooral veel in provincieland rond. En eerlijk gezegd speelt deze vraag daar ook, hè?
Dus dat wat jij heel mooi gezamenlijk vooruitstrakelen noemt, zo wordt dat ook wel heel erg ervaren. Als je aan een gemiddelde provincie vraagt, heb je nou genoeg capaciteit in huis om deze opgave allemaal aan te pakken, dan is het antwoord volmondig nee. Het zou mij bijzonder verbazen als er vanuit de gemeente wordt gezegd, nee hoor, dat, prima, dat gaan we even oplossen met elkaar. Een van de uitgangspunten van het NPOG is ook wel om te leren. En de kunst is wel van hoe gaan we dat dan doen? Hè? Want het is makkelijk op papier gezet en dan nog in de praktijk brengen. En volgens mij zijn we daar ook wel met z'n allen bij en moeten we daar ook met z'n allen bij zijn. Hè, dus alle verschillende overheden, ook de provincies, ook de waterschappen, ook het Rijk. Hoe gaan we dat nou doen? En ik hoop dat RTLG daar ook een forse rol in gaat pakken. Want zij zullen, wat mij betreft, hebben ze zeg maar in die gebieden kunnen gemeenten, waterschappen, provincies heel goed met elkaar aan de slag. Maar de meerwaarde van RTLG zou onder andere kunnen zijn, zorg nou dat we daar een lerend proces van maken en dat we ook wat beter grip krijgen op die materie. Ik kan me overigens helemaal vinden in de analyse van Martijn van soms moet je een 6 accepteren. Kijk, we gaan dit varkentje niet even wassen. We gaan niet een 9 halen volgend jaar. Dus laten we maar eens gewoon beginnen. En dan merken we vanzelf wel waar we nog tekort komen en waar we een tandje bij moeten zetten. Want het is zo ingewikkeld. Als je een perfecte oplossing zoekt, gaan we hem niet vinden. Dus gewoon maar aan de bak is lijkt mij een prima aanpak. En vanuit jouw ervaring, Jenny, je noemde net het RTLG als een instrument om dat leerproces te begeleiden. Is dat ook de plek om de ervaring van de pilots die overal in het land lopen landelijk uit te dragen? Dat was een opmerking van Brenda in de chat. Van hoe zorg je nu dat die kennis ergens vindbaar en reproduceerbaar is voor de gemeente? Of moeten we dan naar de Hanse Hogeschool van Bert van der Molen om te zorgen dat daar die lessen liggen? Het is beide, hè? Het is en-en, denk ik. Het is niet, je kunt niet één iemand in Nederland de opdracht geven om te zeggen van ga jij nou maar eens regelen dat we met z'n allen kennis ontsluiten en delen. Dus ik zie en-en. Ik denk dat vanuit die rol van hoe doe je dat nou als overheden zelf en met elkaar, dat RTLG daar een belangrijke rol in zou kunnen pakken. Maar we hebben ook een onderwijssysteem aan te passen voor onze toekomstige ambtenaren, maar ook onze toekomstige boeren en onze toekomstige andere landgebruikers. En daar moeten de hogescholen en de wetenschap ook een rol in gaan vervullen. Nou, een beter bruggetje kan je niet krijgen, Bert. Welke bijdrage zou je aan de discussie willen leveren? Ja, dankjewel Nico. Even aanhakend bij wat met name ook Jenny en Martijn zeggen. Ik ben betrokken via de Hanse Hogeschool bij het verhaal over klimaatadaptatie en met name drijvende zonnepanelen als bijdrage in de energietransitie. En daar zie je dat vooral onderzoeksmatig wel ingegaan wordt op wat zijn de effecten van drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit. Maar als je dan vervolgens het ruimtelijke vraagstuk erbij pakt, hè, wat betekent dat dan voor je locatiekeuze van nieuwe zand- en grindplassen in relatie tot het zo maximaal, optimaal mogelijk kunnen benutten van drijvende zonnepanelen? Ja, die integratieslag wordt niet gemaakt. En ik draai in het Vechtdal in Overijssel mee in de RES adviesgroep West-Overijssel. En ook daar zie je dat dat ruimtelijke vraagstuk wordt gewoon weggeparkeerd. Het ligt nu inmiddels bij de provincie. Ik denk, terwijl we met z'n allen weten van we moeten gewoon vanaf het lokale niveau aan de slag. Hè? Dus ik vind dat we elkaar ook niet de goede vragen stellen of te laat gaan stellen. Waardoor het probleem zich alleen maar verplaatst en we eigenlijk blijven doorgaan op de manier waarop we al decennia met elkaar aan het werken zijn. En ik moet zeggen, ik heb langzamerhand de leeftijd dat ik daar wat op terug ga kijken en dan word je toch een beetje cynisch. Dan denk ik van kom op jongens, hè, er ligt een enorme urgentie buiten onze deuren. Wij willen graag onze aankomende professionals op een goede manier voorbereiden op datgene wat ze straks in de praktijk moeten kunnen en gaan doen. Maar dan moeten we wel met elkaar ook die verandering van werken veel meer gaan stimuleren en bijna verplicht gaan stellen. Want anders gaan we het niet maken. Ja. Sorry Nico voor deze iets wat sombere reactie. Nee. Het toeval wilde dat ik
Ik stapte vanochtend uit de metro hier in Den Haag. En achter mij, dat had ik helemaal niet door, want ik zat een boek te lezen. Achter mij zat de directeur kennis en innovatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus het gesprek in de hal ging eigenlijk over die complexe integrale opgave. En hoe de overheid daarin moet veranderen. Want die complexe integrale opgave die gaat niet zomaar weg. Het is meer dat we vanuit de bestaande structuren moeten beseffen dat we op een nieuwe manier die overheid moeten inrichten om permanent met die complexiteit om te kunnen gaan. En daar ligt een kennisvraag en uiteindelijk ligt daar dan achter ook de opleidingsvraag als je weet hoe je in die nieuwe manier van werken daar moet komen. Maar goed, dat was dus korte 200 meter waar dit soort dingen ook al voorbij kwamen. Bij toeval. Wat dat betreft, Den Haag is soms een dorp. Vooral in de buurt van de ministeries. Eline, mag ik jou het woord geven? Wat wil jij aan de discussie bijdragen? Ja, goedemorgen. Eline van Wel, gemeente Landsingeland. Dus in het westen, glastuinbouwgemeente met ook heel veel logistieke centra. En wij zijn ook bezig onder andere met die energietransitie. En het is interessant, inderdaad, we zijn ook bezig met die drijvende zonnepanelen. Nou ja, wij hopen dat die tuinders daar ook veel meer een business case in zien. En in het restverband van de restregio Rotterdam-Den Haag wordt er ook onderzoek gedaan. Dat wordt binnenkort opgeleverd naar de business case, naar de nieuwe subsidietarieven van bepaalde subsidieregelingen. En willen we dat zeg maar veel meer uitbreiden. En ik weet dat er een aantal gemeenten, ook in Gelderland, ook al die drijvende zonnepanelen heeft op grote plassen. En wij hebben ook nauwelijks ruimte, dus wij zoeken het meer bij die glastuinbouwers. En ik heb zelf de indruk dat ik heb alle bestemmingsplannen laten toetsen zeg maar op de mogelijkheden voor die zon op die panelen op die waterbassins. En ik heb wel het idee dat als je dingen ook procesmatig zeg maar onderbrengt bij alle wijzigingen in het kader van de Omgevingswet en daar bijvoorbeeld een programma op maakt, dat daar ook meer mogelijkheden komen. Hè, dus ik kan me de hobbels die Bert ziet heel goed voorstellen. Maar ik zie wel mogelijkheden omdat die Omgevingswet eraan komt. Bestemmingsplannen moeten veranderen. Daar in een aantal gevallen meer mogelijkheden voor komen. Dus dat je het daar ook in het proces bij verschillende gemeenten, hè, niet vanuit de hogeschool, maar wel bij de diverse gemeenten waar dit speelt, dat daar dus meer mogelijkheden dan kunnen komen door het daaraan op te hangen, om het zo maar te zeggen. Nou bracht Martijn het net mooi naar voren van eigenlijk moet die ondernemer dromen en het gaat erom de gemeente het kan faciliteren. Ja, hoe zit klopt. Het met de dromende ondernemers in Landsingeland dan om hieraan mee te werken? Ja, dat is nog een vraagstuk, zeg maar. Wij weten dat er drijvende panelen zijn bij het gebouw van de Wageningen Universiteit. Hè, omdat er ook innovatie in onze gemeente plaatsvindt. Maar met de andere ondernemers moeten we helemaal het gesprek nog aangaan. Hè. Daar biedt het verhaal van Martijn ook zeker inspiratie voor. Ook al is het een andere doelgroep. En we zijn bezig om het beleidskader zon te laten vaststellen. En dan gaan we dat ook verder weer uitdragen. En de gesprekken met de glastuinbouw aan. En ja, heel spannend is ook hoe die energieprijzen zich natuurlijk verder gaan ontwikkelen. Hè. Ja. Gaan er dan meer tuinders omvallen? Hopelijk niet. Hè. Maar wat gaat er dan verder gebeuren in die gebieden? Nee, wat dat betreft is het wel zorgwekkend. De glastuinbouw, ik heb in het verleden ook nog wat gedaan in deze provincie, is wel een puntje. Ja, ik ken de ondernemers in de glastuiners in Landsingeland, dus een stuiterend groepje mensen. Dus als ze erop aansluiten, dan moet dat wel gebeuren. Ik zou zeggen, begin bij Gijs van der Helm. Die kan nog wel wat zonnepanelen op zijn dak gebruiken. Ja, en dat is dan wel weer grappig, want Glastuinbouw Nederland, die heeft dan ook weer allerlei meningen over welke vormen van zon ze wel willen en niet willen.
En soms denk ik ook van laat die tuin de stad dan zelf bepalen. Want die weten zelf ook heel goed, en ik zie Martijn ook knikken, hoeveel lichtinval ze nodig hebben en wat wel gaat werken en wat niet gaat werken. Ja, dus er zit in ieder geval ook een hoop dynamiek in. Dat klopt, dat klopt. Ja. Dankjewel. We lopen nog niet helemaal naar het einde, dus ik wou zeker nog ruimte geven voor 1 of 2 nieuwe onderwerpen. Maar wie is geïnspireerd door de verhalen van Martijn en de andere mensen die al wat ingebracht hebben? En nog van mening dat er een onderwerp is in die aanpak van de transitieopgave in het landelijk gebied dat nog volstrekt niet aan de orde is geweest? Je zag dat er ook mensen van de Krimpende Waard actief waren, die natuurlijk in het Veenweidegebied sowieso problemen hebben met hoe je met bodem en water om moet gaan. Misschien is dat nog wel een vraagstuk wat aandacht kan hebben, maar ik weet niet of zij aan het woord willen komen. Anneloes. Ja, hallo allemaal. Ik ben inderdaad van de gemeente Krimpende Waard. Ik ben beleidsmedewerker buitengebied. En wij zijn in de Krimpende Waard ligt trouwens ten zuiden van Gouda, Veenweidegebied. Met ook 11 kernen. En vooral melkveehouderijen we daar. En eigenlijk zijn we al jarenlang met gebiedsprocessen bezig. Omdat we een natuuropgave hebben van 2250 hectare natuurnetwerk. Nou, daar kwam bij, zeg maar, onze klimaat- en bodemdalingsopgave, zeg maar. Dus zo zijn we al een aantal jaren bezig. Nou, nu natuurlijk stikstof daarbij. Dus onze contacten met de provincie en vertegenwoordigers van gebiedspartijen is intensief. Maar we kijken nu wel als gemeente, denken we nu wel van, we kunnen ook keukentafelgesprekken gaan voeren. Dat hebben we ook al gedaan. We hebben daar ook een aanpak voor, mijn koers noemen we dat, zeg maar, waarin we dan niet zelf die gesprekken voeren, maar inderdaad adviseurs voeren die gesprekken om dan met ondernemers te kijken, zeg maar, wat is het toekomstperspectief van mijn bedrijf? Ik vraag ook anderen om daar naar het bedrijf te kijken, zeg maar, om zo een beeld te vormen waar wil ik heen. Maar als gemeente zitten we nu een beetje zo op het punt van, we gaan het verder in met individuele gesprekken voeren. Gaan we allemaal individuele oplossingen bedenken, zeg maar, of gaan we nu eerst aan de slag, zeg maar, met een trainingsprogramma of beleid. We kunnen allerlei losse dingen gaan oplossen. Zonnevelden, alternatieve verdienmodellen op het erf mogelijk maken. Of gaan we voor een overall plan? Ik was eigenlijk wel benieuwd, zeg maar, wat de afwegingen van andere gemeenten daarin in zijn. Nou, misschien kan je daar dan ook nog even iets meer meenemen over Krimpende Waard. Krimpende Waard is natuurlijk een kwetsbaar gebied met veenweiden, waarbij de provinciale weg zelfs drijvend aangelegd moet worden, want anders zakt die gewoon vanzelf weg. Hoeveel ruimte is er eigenlijk in de Krimpende Waard om te diversificeren als de boerenstand een deel van die agrarische productie straks verdwijnt? Het is nou niet zo dat jullie gebied echt de ruimte laat om in andere vormen van economie de deuren wijd open te gooien. Nou ja, op zich willen we dat wel. Tenminste, we kijken wel heel erg naar alternatieve verdienmodellen voor die wel raken aan de agrarische sector, zeg maar. Dus andere teelten, zeg maar, recreatie en toerisme, korte ketens, dus meer lokale afzet van melk of zuivelproducten eigenlijk. Zitten we nu ook aardig in de kaas. Dus we zitten dicht bij Gouda, Rotterdam. Rotterdam de Boer op is bijvoorbeeld zo'n initiatief, zeg maar, om meer lokale producten de stad in te krijgen, zeg maar. En uit die gesprekken inderdaad zal ook nog wel blijken, zeg maar, welke ideeën er leven, zeg maar, bij onze boeren. Ja. Dus op die manier kijken we ernaar, om dan wel de agrarische sector, zeg maar, te blijven ondersteunen, zeg maar. Dat hebben we het ook in het natuurnetwerk gedaan, zeg maar, om daar echt wel een plaats voor boeren te laten zijn. Want ja, die hebben eigenlijk tenslotte, wij hebben ze ook nodig, zeg maar, om dat landschap zo te houden, zou ik maar zeggen. Dus ja. Komen mensen naar de Krimpende Waard omdat ze dat landschap zo waarderen. En dat ontstaat niet door de natuur zijn gang te laten gaan. Nee, zeker niet. Martijn heeft nog een aantal minuten onder ons voordat hij naar een andere afspraak moet. Maar dat geeft nog even de ruimte om te reageren op de vraag die je neerlegt, Anneloes. Ja.
Wij zitten nu, Anneloes, wij zitten, mooie vraag, we zitten nu in een beetje gelijksoortig moment, zeg maar. Onze gebiedstafel is langzaamaan in wording. En sterker nog, vanmiddag heb ik dus een bijeenkomst met provincie Limburg, waar ik hoge verwachtingen van heb dat we eindelijk een soort van inzicht gaan krijgen in wat is nu ongeveer de bandbreedte van de opgave. En ik ben denk ik de afgelopen anderhalf jaar ben ik wel aan het zeggen, ja wacht even, ik hoef nog niet dat erf op te gaan. Als ik geen bandbreedte heb, heb ik niks te bieden. Dan ben ik geen gelijkwaardige gesprekspartner. Dus in die zin ja, ben ik nu ook al een beetje recalcitrant en ligt de rol nu op dit moment echt bij provincies van hey, wacht even, breng die opgaves eerst in beeld en vervolgens met die opgave in beeld, al is het maar een bandbreedte, kun je actief het gebied in. Als je die niet hebt, ja, dan denk ik, ja, wat heb je dan te bieden aan die tafel? Dan kan een ondernemer zich daar nooit toe verhouden, zeg maar. Ja, en zeer waarschijnlijk gaat het toch in gebiedsprogramma's en gebiedsplannen gaan we het hebben over zoneringen. Waar kunnen bepaalde dingen wel? Waar kunnen bepaalde dingen niet meer? En op het moment dat die duidelijkheid er nog niet is, ja, ben je op dat moment volgens mij echt nog geen gelijkwaardige gesprekspartner. Dus ik probeer nu in ieder geval met een provincie te zeggen van nou ja, er moet iemand naar die tafel toe op het moment dat die bandbreedte enigszins bekend is. En het hoeft niet in beton gegoten te zijn. Maar je moet wel kunnen aangeven, oké, qua stikstof of qua grondwaterpeil gaat het dit en dit betekenen in dit gebied. En wat betekent dat dan voor u? Kunt u daar een inschatting van maken? Dus het momentum komt er langzaamaan aan. En ja, je zit met 1 juli. Nou ja, dat is een gigatijdsdruk. En of je dat echt realistisch is, dat is echt de vraag. Oké, dankjewel Martijn. Zoals Martijn natuurlijk in zijn verhaal aangaf... Daar ontstaan ook heel veel initiatieven van onderop waar gemeente op reageert. Sommige organiseren het intern. Arie Smetsers is van de gemeente Meijerijstad. Maar die hebben een soort inspiratiegroep opgezet met Floris Alkema, de oud-rijksbouwmeester, die meedenkt in het gebied. Anneloes, bij jullie in het gebied heb je Riek Bakker, die natuurlijk een paar jaar geleden een plan lanceerde. Heeft dat nog invloed gehad op de discussie die jullie hebben over de inrichting van het gebied? Ja, dat heeft inderdaad. Dat was ook een gebiedsproces dat gelopen heeft, inderdaad. En ik moet zeggen, dat plan is een tijd in de la is dat gelegen. Zeg maar. Het komt nu alweer boven tafel, omdat we nu toch, ja, ook, nou ja, wat ik al zei, hoe gaan we het nu insteken, zeg maar? Gaan we nu, zeg maar. Ons richt op landbouwbeleid, gaan we breder bekijken. Nou, dat heeft Riek Bakker natuurlijk ook gedaan, zeg maar. Dus dat komt nu wel weer uit de la om daar inderdaad gebruik van te gaan maken. En zo hebben we al binnen de gemeente diverse processen gehad, zeg maar. Dus we hebben daar ook wel ervaring mee. En ook wel weer veel van geleerd. En dan is er nu de vraag, welke insteek gaan we nu kiezen om met z'n allen verder te komen, zeg maar. Ja, we liepen daar een hele tijd in voorop, zeg maar. Of tenminste, we hebben best wel veel zelfinitiatief ook genomen als gemeente. Van we willen met elkaar in gesprek om een visie te bepalen voor ons gebied. En nu komen er toch steeds meer opgaven van buitenaf naar ons toe. En, die moet je dan een plek geven. Ja. Ja. Jenny, jij wilde te net nog even reageren, zag ik. Ja, ik had mijn mandje weer gehad, maar ik kan nog wel even. Ik herken heel erg het dilemma wat Anneloes schetst. Van gaan we nou een visie maken en dan daarnaar handelen? Of en tegelijkertijd, elke dag heb je ondernemers aan je bureau staan die iets willen, die vragen om keuzes, om beslissingen. Kan dit wel? Mag dit wel? En daar moet je ook naar handelen. En je kunt die mensen niet zeggen van nou, hè, fijn dat u uw vraag neerlegt. Wij gaan nu een hok in, over 3 jaar komen met een antwoord aangezet. Dus het is een bijna onmogelijke keuze van ja, je moet het een doen en het ander niet laten. Ik zou je wel adviseren om in ieder geval, zeg maar, of je er nou meteen een visie van maakt of een grote misleper, maar ga eens goed in een hok zitten met je bestuurders om te bedenken van wat voor type gemeente willen wij zijn. Hè? En eigenlijk geef je al een heel mooie voorzet van goh, dat landschap wat iedereen hier waardeert, dat komt niet vanzelf. Dus dat betekent dat je eigenlijk zegt van, nou, een van de vertrekpunten die wij hebben is dat landschap intact houden. En dan ga je daar vandaan redeneren, wat is daarvoor nodig?
En dan zul je ervoor moeten zorgen dat die boer op een andere manier zijn geld kan verdienen. Of deels op een andere manier zijn geld kan verdienen. Maar als je op die manier een paar uitgangspunten voor jezelf vastprikt. Van hier willen we aan vasthouden. Dit vinden we belangrijk. Dan stuurt dat wel enorm ook je handelen in het hier en nu. Dus ik zou daar toch, hè, of je daar nou meteen een enorme omgevingsvisie en een enorm traject van wil maken. Maar bedenk wel voor jezelf wat je belangrijk vindt. We hebben dus al een omgevingsvisie, hebben we, zeg maar. Dus dat, die hebben we nu ook al een paar jaar. Dus in die zin hadden we die stap ook al gezet, zeg maar. Maar om nu concreter te worden, zeg maar, van wat kan nou waar? Wat kan nou wel en wat kan niet? Gaan we nou met een programma, een heel plan aan de slag. Of inderdaad die individuele ondernemer iedere keer kijken wat er kan. En dan iedere keer weer tegen allerlei obstakels aanlopen, zeg maar. Dat, Ja, dat is, en ik ben bang dat dat nog wel even duurt. En dat is, want ik snap heel goed, er wordt ook gezegd terecht van, provincie geeft maar duidelijkheid. En volgens mij moeten jullie die duidelijkheid ook vragen van provincies. Tegelijkertijd zie ik natuurlijk aan de provinciekant dat provincies die duidelijkheid ook weer niet hebben van het Rijk. Hè? Dus wat wordt eigenlijk ons aandeel in die CO2-reductie, ik noem maar wat. Ja, als je dat nog helemaal niet weet, dan is het ook lastig om afspraken te gaan maken. Dus zij zitten in eenzelfde soort dilemma. Van ja, gaan we nou eerst keukentafelgesprekken voeren en daar vooral ophalen en dan een plan maken? Of wachten we tot we een soort van plan hebben wat we kunnen bespreken aan de keukentafel? Mag ik nog een vraag stellen, Nico? Jazeker. Ik zag Martijn Kechler er net zo schudden met zijn hoofd. Dus ik heb het gevoel dat hij misschien straks ook nog wil reageren. Maar Jenny, stel je vraag. Nou ja, ik hoor zeg maar een aantal van jullie zeggen van we hebben keukentafelgesprekken. Ik weet dat provincies volop met dat soort gesprekken bezig zijn, waterschappen deels. RTLG is een heel team aan het klaarzetten die overwegen om zelf ook al dan niet in die piekbelastersaanpak keukentafelgesprekken te gaan voeren. Wat krijgen jullie terug vanuit je gemeente? Want ik kan me namelijk voorstellen dat een gemiddelde boer knettergek wordt van al die overheden die op de stoep staan en die eigenlijk maar half bakken, half vage plannen hebben en dan toch willen weten en wat zijn uw plannen, wat wilt u? Horen jullie dat ook terug of valt dat nog reuze mee? Dat is een vraag aan Anneloes, maar aan ieder ander die aan ook betrokken is ook geweest bij gesprekken met de mensen om de tafel. Nou, ik denk dat onze boeren meer last hebben, zeg maar, van inderdaad, vorige week het bericht van Adema, inderdaad, zeg maar, dat die mestnormen, zeg maar, kijk, onze, wat ik al zeg, wij zijn al een aantal jaren, zeg maar, met boerenvertegenwoordigers in gesprek, ze weten best, zo groot zijn we niet, zeg maar, dus het is al een beetje ons kent ons, ze weten wel wie er, in die aan die gebiedstafel zitten, zeg maar. Dus dat valt denk ik nog wel mee, maar het is inderdaad gewoon meer iedere keer weer iedere keer weer die nieuwe berichten van en nu moeten jullie dit en nu moeten jullie dat. En dan worstelen de vertegenwoordigers dan ook weer mee, zeg maar. Ja. Rust aan het front, dus. Martijn, heb je nog een behoefte om een bijdrage te doen of vanuit de RHO? Nou ja, ik herken denk ik wel een beetje die dilemma. Wat net Jenny eigenlijk geschetst en wat eigenlijk net ook Anneloes denk geschetst. Het ingewikkelde is, je wilt natuurlijk als gemeente een koers of een richting bepalen van wat kan er wel en niet. En tegelijkertijd komt er nu, moet ik zeggen, wat meer directieven vanuit NPLG en vooral vanuit stikstof natuurlijk. Er moeten gewoon dingen en daar heb je niet zoveel voor te kiezen. Tegelijkertijd ben je nog aan het wachten wat nou de aanpak wordt met de piekbelasters, maar ook wat het landbouwakkoord nou uiteindelijk wordt. Dus ja, wat ga je dan zeggen aan de keukentafel? Welke richting wil je dan bepalen? Hè? Dus ik denk dat dat wel nu voor de lastig dilemma is. En ook richting 1 juli is dan wel heel dichtbij. Dus eigenlijk heeft dat proces dan uiteindelijk wel meer tijd nodig. Dus dat is denk ik wel een lastig dilemma. Dus ik denk één van de lastige dilemma's, want het gaat natuurlijk niet alleen om het keukentafelgesprek, het gaat ook om de gesprekken die uiteindelijk in de gemeenteraad gevoerd moeten worden om het college ook richting de provincie te voeden. Van hoe jullie op de lange termijn de toekomst van de gemeente zien. En daarin is die landbouwtransitie, zijn die opgaven in het buitengebied
van groot belang gaan ook bepalen wat er misschien aan ander beleid gevoerd moet worden. Om te zorgen dat dit buitengebied ook voor de lange termijn welvarend blijft. En kan voldoen aan al die opgaven die daar gelegd worden. Want terecht dat eerder ook in de chat aandacht werd gevraagd van... Er wordt wel heel veel naar de gemeente toegeschoven, maar zijn er straks ook de middelen om de gemeente in staat te stellen die rol te spelen? En dat liefst samen met de bewoners in plaats van tegen de bewoners in. Dus dat vraagt ook het nodige aan die sociale kant en het draagvlak bouwen. Ik denk dat we een aantal dingen hebben voorbij laten komen, dat dit onderwerp, je zou al zeggen, kunnen zeggen, decennia in de kinderschoenen staat, maar het ziet ernaar uit dat we ook het komende decennium nog flink in die kinderschoenen door moeten groeien om het op te kunnen pakken. Of dat, Brenda die gooit er nog maar even een chat doorheen, of dat in alle opzichten in de belangenbehartiging vanuit gemeenten richting het Rijk meegenomen wordt, bijvoorbeeld in de inrichting van het gemeentefonds, wat natuurlijk ook een belangrijke is, waar kleinere gemeenten in landelijk gebied er meestal wat bekaaider afkomen dan grote gemeenten, wanneer het gaat over bijdrage per inwoner. Maar dit is iets waar Platform 31 in ieder geval ook nog de vinger aan de pols houdt, ook omdat we ook in de discussies met Mooi Nederland moeten kijken hoe we een kennisomgeving kunnen creëren die helpt ondersteunen bij die grote stap om te maken. Waar wil je nou in de komende jaren naartoe lopen? En ook op het gebied van vrijkomende agrarische bebouwing zijn we de discussie richting het ministerie aan het voeren van helpen alle provinciale en lokale regels nog wel ten opzichte van die gigantisch grote opgave die er ligt. Want er komen nog miljoenen vierkante meters agrarische bebouwing vrij. De verwachting is dat de helft van de agrarische bedrijven nog gaat stoppen voor 2040. En dan praten we over 15 tot 20 miljoen vierkante meter vrijkomende agrarische bebouwing. Die vraagt om transformatie die tegelijkertijd ook in de kernen van de gemeenten vraagt om misschien wel woningbouw, om op een andere manier te zorgen dat er een gezond platteland blijft bestaan. Ik wil jullie in ieder geval vanuit deze plek danken voor jullie deelname. Vooral diegene die een actieve bijdrage heeft geleverd in de chat en in de discussie zelf. En zeker wanneer het gaat over de kennisdeling. Bert, je bent waarschijnlijk al abonnee van onze nieuwsbrief. Blijf die vooral volgen. Want dat is de wijze waarop we veel van onze kennis delen. Maar we zullen ook zeker via de vaste verbanden van gemeenten, of jullie nu onderdeel zijn van de P10, de K80, de M50 en de G40, want daar valt Apeldoorn dan weer onder, proberen we die relatie tussen opgave en landelijk gebied overeind te houden en daar verder in te groeien. Dat is geen makkelijke opgave. En nu weten jullie ook dat Jenny op haar eigen manier ook nog beschikbaar is. Ja, en Groningen ligt echt dichterbij dan Den Haag. Maar met die laatste bijdrage van Bert sluit ik deze sessie af. Mochten jullie nog nabranders hebben, weten Ruud Doornbos en ons te benaderen. Dan kijken we hoe we dat mee kunnen nemen naar bureaus. Of misschien is dat wel een reden om voor een volgende keer misschien op een onderdeel van de opgave wat dieper daarin te duiken. Zodat je daarmee veel meer praktijkkennis vanuit verschillende gemeenten kan delen. En ja, de sessie is straks terug te kijken. Maar die zal eerst nog even gesnoeid worden en dan is die over een paar dagen denk ik wel op het web zichtbaar. Dank, sterkte met alle werkzaamheden. De opgaven waar meeste van jullie voor staan zijn niet beperkt. Dus alle kracht is nodig om te zorgen dat dat tot een goed einde brengt. En dat de emoties die gepaard gaan met de landbouwtransitie hopelijk ooit weer in een enigszins rustiger vaarwater komen.
verwacht dat niet het komend jaar, maar misschien, wie weet, op termijn wel. Dank allemaal en werk ze voor de rest van de dag. Dankjewel, tot ziens. Doeg!